Hallo, doet deze microfoon het nog? Even kijken hoor. Even ah, kijken, check, 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 check. Ja, hij, hij doet het nog. Aflevering ah, 250. Ja, je bent ook het format vergeten. Er komt nu het muziekje. Oh ja, wacht even. Moet je, ja, dan komt... Hebben we die band nog of niet? Eh, uh, jongens. Oh, die zijn er gewoon nog wel. Ja, ze waren even naar Frankrijk gegaan, maar ze zijn weer terug. 1, 2, 3... Aflevering 250 van Team Talk van maandag 17 juli 2023. Vartelijk welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Oeh, ik ben de Zeeuw. We zijn weer ik terug. Ik gefeliciteerd feliciteren met 250 afleveringen. Dit is een mijlpaal. Dit. Ja, 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 absoluut. Een mijlpaal. En uh, dat gaan we vieren deze aflevering. We, gaan namelijk, uh, uh, we zouden eigenlijk drie aankondigingen doen. Maar het worden mm. er twee. Twee feestelijke aankondigingen. En uh, we gaan het hebben over allemaal leuke dingen. Helaas Ieder ook Die de afgelopen tijd zijn gebeurd. Ja, helaas moeten we ook wat, wat treurige dingen bespreken. Maar ja, we zijn een alomvattende podcast Met daarin alles wat er gebeurt in onze plezierige, plezierige hobby. We zijn er een paar weken tussenuit geweest. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Eigenlijk zou ik op vakantie. Uh, doorgaan met opnemen. Ja, wat is er allemaal uh, gebeurd? <laughs> maar toen ging ik op vakantie en toen ontstond er ineens een, een politieke crisis. En dat is best onhandig als je politiek verslaggever bent. Ja. Uh, en daardoor op de dag dat we zouden opnemen, zou ik uh, uh, ben ik even naar Nederland gevlogen. En ik zou naar Port Aventura ja. gaan in nou, nou, eerst, dat we zouden eerst opnemen. Want ik ben toen naar Nederland gegaan. Uh, en toen ben ik ook weer terug naar Spanje, want de auto waarmee ik naar Spanje was gereden, die stond daar nog. Nou ja, uiteindelijk heel veel gedoe. Dus, ja. dus, maar daardoor uh, ging het opnemen even niet. Dus nu zijn we, even eh, niet geweest, maar nu in volle energie en fris gemoed zijn we helemaal terug uh, op, Ongelooflijk. op de podcast. Ja, dus... ja, zie je het als een soort onverwachte zomerstop. Maar in principe oh, doen wij niet. Nu... Dat zo'n kabinet dan valt. Ja, ja, maar echt, het is eerst valt het kabinet, vervolgens kondigt de premier zijn vertrek aan. Vervolgens nog twee andere politieke kopstukken. Ik weet niet of er nou, nog meer is... Wel meer. Nog meer. Oh, ik de had Wopke. En de ander die zegt: ik stop ermee. Wopke, een ja, ik zat, gehad Ik had gewoon een berichtje van jou. Denk ik, nou, dit is het moment dat Maurice gaat zeggen: ik stop ook met die podcast. Ja, ik, bedoel, ik, nu, uh, is het zo? ik geef het stokje door aan uh, Michiel Veenstra. Uh, nee, ik, uh, ik blijf gewoon lekker zelf doorgaan. En Thomas, volgens mij ook, want uh, we blijven de zin in houden. En ja, maar, we gaan. Het uh, was wel een, um, een beetje een hectische twee weken. Ongelooflijk. Uh, wat, wat natuurlijk niet de bedoeling is van vakantie, maar inmiddels zijn we weer terug. Maar we gaan voor alles bespreken, ook van nog voor uh, die trip. Want bijvoorbeeld jij bent naar de opening van Avalon geweest. Hè? Ja. Het hernieuwde themagebied ja. in Toverland, daar gaan we uitgebreid over praten. The next chapter. Er uh, zijn wat dingetjes in de Efteling ook veranderd. Ben je nog geweest eigenlijk onlangs? In, uh, Zeker, zinsten, ja, ja, ja. Zomer ik heb het allemaal, uh, ik ik, heb het allemaal gezien. Ik heb op het strand gelegen. Ik heb... Uh, ik heb Bij De Zwarte Kat heb ik, wat, heb ik een, 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 een ketelkoek op, dus ja hoor, het is allemaal... Nou, oh, is bij Disneyland Parijs het een ander gebeurd de afgelopen dagen? Uh, nou, ja, dat kun wel zeggen, ja. Ik zie ook nieuws over wat personele wijzigingen bij wat pretparken. Ja, uh, er is helaas ook een, een held van me ontvallen, een, een jeugdheld. En, en er zijn nog twee andere dingetjes uh, gebeurd uh, die niet helemaal leuk zijn in een en We hebben twee We aankondigingen. We gaan praten zo meteen, maar eerst. Ja. We nou, dus we, we ook... laten we gelijk starten, Thomas, anti-clickbait, met een van die twee aankondigingen. Oké, okay. uh, oké. Okay. Mag we jij zou... bepalen welke van de okay. twee? Oké, okay. nou, we zouden eerst zilden, wilden we iets vertellen over de pubquiz. Ja. Maar dat laat toch nog even op zich wachten. <laughs> we hadden maar, om het goed te maken, ja. hebben we dus twee andere aankondigingen. Het punt is, we wilden dus een pubquiz organiseren waarbij dus, ja met, met ons een spel kan spelen. En uh, ja. we hadden een hele gave locatie. Ja, ik kan wel zeggen, een hele gave locatie. Mm -hmm. Toch, Boris? Ja. Ik er niks over ja, zeggen, ja, maar echt een hele ja, bijzondere locatie. Um, maar dat ligt toch allemaal net even wat moeilijker dan we dachten. Uh, ja. Dus die locatie is nog niet helemaal zeker. En ik durf het pas aan te kondigen, op het moment dat we het echt zeker weten. En als we een datum hebben en als ze daar al een proefrondje hebben gedraaid... en als ze gewoon al Precies. weten dit en dat en maar, Ja, het wordt wel heel leuk. Zo, zo, uh, was vorige keer natuurlijk gewoon in een kroeg. Ja. Uh, Wat ook we wel de plek is, is voor een pubkist, natuurlijk. Het ja. ja, maar uh, meer daarover snel. Ja. Maar we hebben het om goed te maken hebben we twee andere dingen die we met onze luisteraars willen Want doen. wil je met ons een slaaploze nacht beleven, zoals wij dat uh, onlangs toch wel uh, redelijk vaak hebben gehad met al dat gedoe, en we willen het toch opnemen voor jullie. Wil je weten hoe het is om met Thomas en Maurice een slaaploze nacht te beleven over prepparken, dan kan dat. Van 12 op 13 augustus. Zaterdag 12 op zondag 13 augustus. In Toverland. Want we gaan de grote team talk. Tover Takeover opnieuw doen. Na groot succes van vorig jaar. En ontzettend veel enthousiaste reacties. En heel veel plezier. En uh, toch ook een klein beetje slapeloze nachten, maar vooral heel veel lol. Gaan wij op 12 en 13 augustus. Uh, zijn wij in Toverland? Kun je ons allebei ontmoeten? Allemaal hartstikke leuk. Uh, de hele uh, administratieve en technische uh, boekhouding daaromtrent. Dat regelen we niet zelf, want daar zijn we heel goed in om het uit handen te geven. En dat kun je allemaal terugvinden op toverland.com slash Teamtalk. Uh, dus dat is... Uh... Ja, daar staat dus letterlijk Kom Samen met teamtalk Talk overnacht op het Pop-Up Sommercamp. Ja. Uh, en dan moet je dus via een formulier invullen. Uh, um, en dan, oh, dan is dat de aanvraag. Uh, voordat uh, je boeker bent geworden. Hè? Ja, dat je, je te reserveren. Ja, je boekt en betaalt gewoon direct aan Toverland. Daar zien we niks van terug, helaas. Maar wat we wel terugzien is jullie. <laughs> blije gezichten. Uh, s ochtends aan het ontbijt. als we met elkaar een uh, ochtendgymnastiek sessie doen. die ga jij, geloof ik, verzorgen, Thomas. om um, zeven uur uh, <laughs> naast ja, Trooi. Ja, nee. We gaan daar fantastische, uh, gaan een fantastische. Uh, short trip van maken. Uh, en ga het dus allemaal zien op toverlandcom talk. Dit staat voor iedereen open. Dus iedereen mag mee. Elke teamtalk luisteraar die teamtalk een warm hart toedraagt, Die is van harte welkom op de teamtalk Tover-Takeover van zaterdag 12. Op zondag 13 augustus. Kleine gezinnen, grote gezinnen, duo's, koppels, uh, singles. Iedereen, uh, zoek even je vriendengroep. Misschien dat andere mensen al mee willen. Misschien is dit wel het moment voor jou om in zo'n tent te slapen. Misschien hou je niet van kamperen. Wij ook niet. Maar toch, we gaan het toch doen. Want die. Die camp, als je dan toch wil gaat nu gaan kamperen ooit, dan zijn die tenten van Toverland een prima uh, uitvalsbasis. Um, ja, de Team Talk tover over van 12. Dat was heel gezellig, dus dan. Ja, uh, je, je boekt dan een tent waar je kan slapen met twee personen, uh, of met vier of met zes heb je gelijk ja. ook nog. En uh, dan krijg je dus twee dagen Toverland erbij. Dat zijn dus de 12e en de 13e ja. van augustus. Ja. Ja. Dus je kan twee dagen het park in. Uh, dat is. Ik zit even te kijken. Ja, de zaterdag en de zondag. Wij zijn er in principe allebei de dagen, geloof ik. Hè? Ja, ik weet het Thomas. Wij gaan gewoon s ochtends gaan we gewoon heel snel naar Pixarus rennen of zo of naar iets anders. En dan gaan we gewoon met z'n allen een, 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 een take-over doen. Ja, of niet. Nou, in ieder geval. Uh, ik weet niet of, wij dat, of we dat wel trekken. Maar um, ik weet <laughs> nog, van vorig jaar. Wij zijn er in ieder geval dat weekend. Wij zijn erbij. Uh, we <laughs> hebben niet echt een vast programma. Dat wilden we vorig jaar wel doen. Maar ja, uh, dat, dat, dat loopt toch altijd anders. Uh, we hebben ja, wel dus vorig is Het is gewoon jaar... vrijheid, blijheid. Je ja. hebt een twee-persoons- of vier-persoons- en een zes-persoons-tent die je eventueel ja. kan reserveren. Ja. En dan kan je dus tot en met zes personen kan je dus, uh... Uh, meenemen naar ja. de Toverland. Uh, ja, dat was als, als je het abonnement hebt op Toverland moet je even dat nummer invullen. Dan krijg je nog korting eventueel. Ja. En ik weet nog, vorig jaar toen hadden we dus tot laat in de avond nog een weerwolfavond. En uh, er werden allemaal spellen door elkaar heen gedaan. En stemmetjes <laughs> En het... een, een of de andere... <laughs> Een Turks bezorgrestaurant uit Zevenum ja. of weet ik veel waar vandaan naar Toverland laten komen, ja. uh, want om eten te, te krijgen daar. Ja. het was lachen. Het ja. was gewoon lachen. Ja, het was echt top. Dus uh, Team Talk uh, Tovertakeover, zie je dat? Zie je dus hier meer over op Toverland.com/TeamTalk. slash Ja, dat wordt leuk. Zorg dat je daar bij uh, ja. bent. Dus 12 ja. en 13 augustus, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: nou ja, ik kom de 12e pas avonds aan. Nee, dat kan. Ja. En dat je dan de dag erna de hele dag in het park bent of andersom. Of Je bent er gewoon allebei de dagen. Dat ja. moet je zelf ja. helemaal invullen. Uh, ik heb daar wel heel veel zin in. Ja, dat wordt heerlijk. En het wordt wa waarschijnlijk weer gewoon lekker stralende zon. Want ja, augustus. Hè? Dus dat wordt uh... oh, heerlijk. Ik zie, ja, ik zie ons allemaal met een cocktailtje lekker daar zitten. <laughs> je zo. ziet jezelf al helemaal zitten. Ja, maar laten wij weer terug gaan. aankondiging doen we dan straks? Ja, doen we zo meteen. Dat, uh, okay, dat is nog op. wat grootser en verder dan. Uh, die is wel groter ook. Dat is een nog grotere aankondiging. Nog groter dan dit. Dus ja, de dus pubkus, ja, dat duurt nog, dat, dat dat dat, nog dat. even. De TeamTalk Tovertek over, die is volgende maand. En die derde aankondiging, dat gaat nog komen. Die gaat nog komen. Ja. Uh, Maries, terug naar hoe we dit altijd doen, deze podcast. Absoluut. Wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland? Nou, ik, ik zit nu trouwens, ja, dat is even een sidestep. Ik drink nu water uit een grote McDonald's beker, zo'n plastic uh, beker. Maar het is niet bedoeling dat je het binnenhuis huis neemt, toch? Dat weet ik niet. Is dat zo? Wat dan? Dat weet ik niet. Moet je dan gelijk een rondje rijden en teruggeven? Nou, dat weet ik niet. Nou, ik heb meegenomen. Dus, uh, uh, Maar uh, binnen de Efteling betaal je nog nergens verpakkingsbelasting. En iemand vroeg dat op Twitter aan de Efteling van goh, hoe zit dat? En toen zei de Efteling, ja, nee, dat is alleen maar bij meeneem horeca en weet ik het wat. Uh, dus dat is binnen een Efteling nog niet. Dus nee, dat is wel ik denk niet. Ik weet niet of dat helemaal klopt wat ze zeggen. <laughs> maar goed. Het, ik had gelijk weer alle die, die throwback moment dat ze, dat ze allerlei manieren bedachten. Oh, om, nieuwe regels! <laughs> ja, die gelden niet voor ons. Nee, nee dat, nee, dat nee, is niet. Nee, nee, want dat is alleen maar binnen bepaalde hectares. Dat, nee, nee, <laughs> nee, 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 nee. Dat is niet beeld. <laughs> maar goed. Um, ja, ja, het is natuurlijk wel opvallend. De Efteling is, heeft wel, daar heb ik wel eens eerder aangestoord ook bij de opening van de nieuwe Laplace, uh, die kasba daar. Um, ja. Dat alles wat je daar koopt, komt van wegwerpmateriaal. Dus je, hebt, je kan daar geen... Zelfs dus het eten zelf. 100, maar, je kan daar, maar je kan daar geen bord met iets krijgen. Je krijgt altijd ja. zo'n kartonnen doosje met een plastic laagje erin... Ja. waar jouw broodje in zit of wat dan ook. Maar dat is een de schilpad op de zijkant. Dit bedrijf is zo zichzelf enorm op de borst aan het kloppen... Oh, wij zijn zo goed voor het klimaat en oh, we hebben zoveel... Maar ondertussen, dit soort dingen doen ze bewust. Hè? Want de andere, bij een Laplandse ja. snelweg krijg je gewoon een bord. Ik vind het niet heel erg hoor, uh, weet je. Nee, uh, dan dat, moet ja, je overal nee, wel dat ik wel jij dat niet erg vindt. Nee. Ja. Maar het is een beetje... Is, zij maken zich wel een beetje schuldig aan, aan, aan wat dan uh, in de volksmond tegenwoordig greenwashing heet. Mm, uh, ja. Dus nee. dat je dan als bedrijf zegt, wij zijn heel duurzaam. Ja. Maar ondertussen... Achter de schermen gewoon hele niet duurzame keuzes maken. Bijvoorbeeld door bij zo'n restaurant te kiezen voor alleen maar wegwerpverpakkingen. Terwijl dat niet hoeft. Ja, maar het kan ook dus wel zei, erger. En ze en kunnen je ook wel die dingen in rekening brengen en dan vervolgens achter de schermen alsnog niks te mee doen. Kijk, je zou kunnen zeggen: het feit dat ze petflesjes verkopen met statiegeld erop, dat is duurzaam. Want die petflesjes worden weer ingenomen en die worden dan gerecycled. Maar je zou ook kunnen zeggen: een stap verder is: we doen het helemaal niet meer in plastic. En we geven je gewoon als je bij, de, bij een restaurant iets drinken wil, dat je gewoon een glas drinken krijgt in ja. plaats van een petfles. Nou, ik was gisteren in de Apenhul. En daar kochten we ja. op een gegeven moment ook uh, snacks en friet. En drinken. Uh, Pepsi overigens, dus alle drinken was van de Pepsi Company. En dat zat in een glazen 0,2 Liter uh, flesje uh, met een, uh, een kroonkurk. Dat was ook wel raar hoor. Want je, je kon dus al die flesjes moest je terugzetten in van die lege kratjes die overal stonden. Ik heb dan liever een En dan je geen rietje eigenlijk. erbij om, om uit het flesje te drinken? of? Uh, dat zou je waarschijnlijk wel ergens gekregen kunnen hebben. Maar die, dat heb ik niet gevraagd. Want heb je gewoon moest... aan zo'n flesje gelurkt? Ja, ik heb aan een flesje dat gelurkt. Dat vind ik ook vies hoor. Ik vind dat ook iets schoors hebben of zo. Maar wie deed waar dat? dat flesje allemaal geweest is? Ik vond het vooral een beetje weinig of zo. 0,2 is weinig, ja. Ja, maar ja. Het, is, het, is een prima, het is een prima hoeveelheid in een. Al, kijk, als je ergens gaat zitten. Als je ergens even een drankje gaat doen op het terrasje of zo. Dan is dat wel normaal zo. Maar op een dagje uit. Dan verwacht ik een petfles of zo. Ik weet niet. Maar goed. Ja? Ja. Maar dat ja, is helemaal omdat niet waar dat, ik... dat, omdat, dat zo in, omdat dat zo in je systeem is gedrukt. Ja. In Nederland. Dat over, bij de bioscoop, bij de pretpark. krijg je altijd van die petflesjes. Maar ik vind cola uit een petflesje... Ja. Volgens mij vallen we nu echt in herhaling. Maar dat heb ik al een keer gezegd. <laughs> vind ik gewoon niet lekker. Het moet uit glas of blik komen. Ja. Dus wij gaan met de team de teek over. Gaan wij waarschijnlijk in een restaurant eten met cola uit een glas. Zo. Eh uh, Dat is gewoon bij. Uh... Bij de Flamingo verder. Ja, ja, dan krijg je gewoon een glas cola. Salo. Maar goed, dat is helemaal niet wat me opvalt. Was dit jou opgevallen? Nee, helemaal niet. Ik moest er even aan oh. denken, want ik drink nu water uit zo'n McDonald's-beker. Maar dus die prima heb je gejat kan... dus. Of ga je die nog terugbrengen? Die ga ik op een zeker moment in mijn leven wel weer terugbrengen, ja. Wat mij opviel uh, gisteren op de terugreis vanuit Spanje naar Nederland, is dat de McDonald's in Frankrijk. Ja. Yeah. Ik was al even niet bij McDonald's geweest. Ook niet in Nederland. Is mm -hmm. uh, dus daar hebben ze niet de Big Mac Chicken. Die ze mm -hmm. op dit moment geloof ik in Nederland wel hebben volgens de reclames. En in Spanje zag ik hem ook. Mm -hmm. Op de reclameborden langs de snelweg. Maar ik heb hem niet op, want ik was al even niet bij McDonald's geweest. Yeah. Maar toen dacht ik, nou, dan doe ik toch een normale Big Mac. Maar die zit daar gewoon in papier. Dat wist ik ook niet. Jij wel? Uh, uh, in dus... plaats van een kartonnen doosje? Ja. Oh. Is dat ook nieuw dat ze die, die doosjes er misschien langzaam uit. Uh... Dat zou kunnen, maar ben jij niet even in België naar de McDonald's geweest, Thomas? Nee, hoezo? Want daar heb jij een maestro burger en die heet de Magnificent Maurice? <lacht> <lacht> ja. Is je lekker ook, of niet? Nou, dat denk ik niet, want er zit een veenbest op en blauwe kaas. Ik ben wel op de heenweg uh, in België gestopt bij een kwik. En er zit er ook een vlak bij Walli Belgium, weet ik toevallig. Vroeger zat er in Nederland ook Quik's, maar volgens mij inmiddels nergens meer. Maar ik vond dat niet zo lekker, de kwik. Ja. Dat viel me tegen. Ik had daar de, de Nep McChicken. Maar die is mm. toch, ja, dan, toch is Dat ja. is een, dan toch niet of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. Maar wat ik dus wilde echte. vertellen. Oh, wat oh, mij sorry, echt zo iets over pret kwijt. Uh, Thomas, je weet misschien wel pas geleden uh, uh, op een, een BM achtbaan een Wines... Dat is de Fury 325. Is een ja. achtbaan in Carolines in Amerika. En op 30 juni uh, sloot die achtbaan. Want er, zon, uh, want er zat een grote scheur in een van de stalen kolommen. die die achtbaan ondersteunt. Uh, nou, ja. Het is gelijk dichtgegooid, natuurlijk. Tenminste, ja, het schijnt later dat die, dat die crack er al uh, een, ruim een week zat. en dat die langzaam aan het ontstaan was. en dat er gewoon niks aan gedaan werd. En uh, dat op uh, uiteindelijk, as we speak, is die kolom weer vervangen. En in overleg met BM, de bouwer, uh, is dat allemaal goed gekomen. En de achtbaan gaat binnenkort weer open. Wat ik nou bijzonder uh -huh. vond, op het moment dat ergens ter wereld, in een draaimolen of in een reuzenrad of een wat voor attractie dan ook, als er iets gebeurt aan de constructie of de, de bouw of het ontwerp wat, wat niet helemaal deugt, dan gaan overal ter wereld diezelfde achtbanen dicht. Dat is in het verleden wel eens gebeurd bijvoorbeeld bij de. Condor in Walibi Holland. Uh, ja, dat toen nog dat dat, ja, dat is dat zat namelijk ooit in die aflevering van Polderpret, dat oh, er nostalgie. Eh, dat is een Vekoma Suspended Looping achtbaan coaster en ja. ergens ter wereld hadden ze haarscheurtjes ontdekt in die ophanging van die treinen. Dus die hangende treinen, nou, die, die bakjes die hangen aan de rails, daar zitten die constructie. Daar waren haarscheurtjes in ontdekt en overal ter wereld moesten die achtbanen toen gecontroleerd worden en stonden ze ja. even een paar dagen stil. Um, nou, ja, dat precies was dat. toen ook toen in Orlando, volgens mij was het vorig jaar of het jaar daarvoor, die jongen uit die vrije valtoren ja, viel. Ja, ja, ja. Toen gingen die vrije valtoren op de meeste plekken wel door. Maar op sommige plekken zeiden de exploitanten: we houden hem even een paar dagen dicht om te checken. Ja. Van joh, is dit ding wel veilig? Nou ja, maar dat gebeurt hier dus niet, is jou opgevallen volgens mij. Ja, nou, nee, nou dat is dus gek. Er is geen enkele BNM-achtbaan ter wereld gesloten. Hoe kan dit? Hey. Want dit is gewoon een type achtbaan dat, dat je op veel plekken vindt. Het is een stalen hypercoaster type van, van BNM. Uh, het, ja, wat misschien een belangrijke nuance is. Dit is wel de hoogste achtbaan van BNM. En de snelste. Hij is, hij is 99 meter hoog. En hij gaat 153 km per uur. Maar... De vijfde hoogste achtbaan ter wereld? Maar dat snap ik dan niet. In Nederland was de groot nieuws ook bij de NOS. Is maar hoe kan het dan dat die Fury 325, dat die dan. Dat natuurlijk wel dicht gaat. Maar andere BNM's niet. Die toch ja. ook dezelfde stalen constructie hebben als deze. Dat vind ja, ik toch bijzonder? Is het nou waar dat, dat een bezoeker dit opmerkte? Of is dat nu. Dat ja, ik heb even Wikipedia eruit gehaald. Uh, daar staat. Uh, The ride hey, de betrouwbare Ja, yeah, the ride closed on June 30th uh, after a bystander spotted and reported a large crack at the top of a steel support pillar. En uh, dat hebben ze zelf niet gezien? Nee, gek genoeg niet. Uh, nee. En er zijn op allerlei fanforen en zo, zijn er blijkbaar al langer dat, dat iemand toen ging inzoomen op een foto of in een filmpje en toen zei van... Hé, hey, maar hè. Ach, je ziet, deze, die, 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 die scheur die begint hier ook al te ontstaan. Ja, toch maar, ja even dus kijken. dat is een beetje. Uh, als we straks. Uh, ik ga later deze dag misschien nog naar het Toverland. Of uh, naar de Efteling. Dat even ja. kijken, bij, uh, Phoenix, of, ja, even uh, kijken bij Phoenix. Of kijken bij Phoenix. Bij de Baron. 890, ja, ja of En uh, ja. scheuren zitten niet. Maar misschien is het wel zo dat, dat na dit incident. Uh, als jij nu zo'n bnm achtbaan hebt. Zo zeker mm. zo'n hyper. Dus je bent uh, Europa Park. Of je bent Portaventura. Dat staan van de dingen in Europa. Dat je dan toch even een rondje loopt misschien. En gaat kijken, joh, zit het bij ons er ook in. Ja. Sowieso zo, zo worden die tracks toch één keer in zoveel tijd gekeurd... door staaldeskundigen om te kijken of er geen haarscheurtjes in zitten, toch? Dat is toch ja, normaal, dat, iets dat wat, wat je één keer in zoveel tijd doet? Ja, overigens is BNM wel vaak een partij die het helemaal berekent... en die vervolgens de, de bouw, de daadwerkelijke constructie... overlaat aan andere partijen. Dus BNM is eigenlijk alleen maar een soort ingenieursbedrijf. Dus die hebben niet zelf staal liggen, zeg maar. Die bellen dan naar Italië of Frankrijk of whatever... En, uh, en daar wordt dan het staal dus gemaakt. Maar goed, wel aan de hand van de berekeningen van ja. BNM. Maar het is dus op een lasnaad zit die scheur. Dat is op zich ja. logisch, want dat is ook het zwakst. Maar ja, dat is toch een verkeerd gelast ja. dan? Of, of de druk op die. Um, op die, die dus de last die dat, die, die column, die die, die die support moet dragen, is groter dan berekend. Maar dat, dat kan ik me haast niet voorstellen. Want ja. ze zullen dat toch heel goed doorrekenen. Hoe die achtbaan zich gedraagt ja. en zo. Maar blijkbaar is zo'n lasnaad dan toch. De ja, het, uh, het is officiële, officiële statement van uh, Carowinds uh, op uh, since, uh, uh, 1 juli is het, uh, het park onderhoudsteam samen met BNM uh, grote uh, thorough inspection of the entire track hebben we gedaan en uh, de support columns en de foundation en daarnaast hebben we ook nog samen met BNM uh, a battery of tests uh, gedaan to identify the cause of the fracture which appears to have formed along a weld line in the steel column. Hmm. Nou, ze werken close, in close coordination with BNM en ze zijn aan het plannen om uh, het hele paal dus te vervangen. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Uh, nog meer tests, extensive series of tests to ensure the safety and integrity of the coaster. Trouwens was een leuke fun fact over uh, Carol Wines. Is het Carol Wines of Carol Wines? Dat is Carol Wines. Leuke fun fact is uh, dit pretpark ligt in twee staten. Ja, dus North de, ja. de, 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 de grens tussen North en South Carolina loopt dwars door dit petpark heen. Maar volgens mij is de ingang in South Carolina. Maar Fury 325 staat in North Carolina. Dat precies, die, die crack ligt op de naad tussen North en South Carolina. Dat zou misschien wel kunnen ja, Maar het ligt vlakbij de stad Charlotte. En Charlotte ligt ja. dan weer in North Carolina. Dus, het, dus ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen, oh, dat ligt in Noord. Dus het ligt aan ja. de noordkant van South Carolina. Snap ik ja. nog? Ja. ja, een soort van. Denk ik denk ja, toch, toch gek. Ik, 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 ik ken helemaal niks van mensen die daar wonen of wat dan ook. Maar je zou denken dat als je een, een staat hebt die Carolina <laughs> heeft, maak je daar gewoon één van. Nee. Net als Noord- en Zuid-Korea. Precies. Kijk, daar snap ik nog. Die hebben ruzie met elkaar. Maar waarom moet je nou nog steeds. <laughs> nou goed. Ja. Ik weet er te weinig van om daar iets van te vinden. Maar ik heb wel zoiets van, ja, toch verwarrend. Overigens, ja. net zoals als je in een Noord-Brabant hebt, maar geen Zuid-Brabant. Ja. Een bijzonder, ja. Noord- en Zuid-Holland, maar geen West-Holland. Goed, uh, maar, maar jou was eens dus opgevallen, deze, ja. deze scheuren in een achtbaan. Is ja, gevaarlijk. Dan, dan, En, en Haarscheurtjes da... zijn een, 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 een grote zorg voor, voor, voor pretparken. Het Toverland heeft ook last van gat, met die wierbolbaan. Ja, ja, en dat zijn dan dingen die vinden ze dan bij een inspectie En dan gooien ze hem op voorhand dicht. En niet dat tussen dat of bij droomvluchten, dat ze dan op voorhand dingen dichtgooien. En die, die komen gewoon uit inspecties. En dan uh, is het dus gewoon een kwestie van. Uh, uh, ja. de boel repareren of vervangen of whatever. Uh, Weet je dat? Ja. dat vroeger de, het station van de Python. Ja. Um, daarnaast lag een soort van tuin naar beneden, schuin naar beneden. En dat die supports van de loopings van de Python. die waren een beetje ingegraven. Dat zat aarde omheen. Kan je dat nog herinneren? Ja, ja. um, ja, ja, dat is beetje, eigenlijk he? Sinds de herbouw is dat niet meer zo. Um, die supports zijn tot aan de voeter. Dus zeg maar de betonnen fundering onder zo'n support liggen die open en bloot. En dat een van de redenen waarom ze dat gedaan hebben. is omdat ze bij de Python had één keer in zoveel tijd die aardam om weg moesten halen. En die nou. borstjes en weet ik veel wat allemaal. Omdat je die, die, die column, uh, die, 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 die support, die moest geïnspecteerd worden. Dat hoeft nu ja. niet meer. Nu kunnen ze er gewoon bij. Ah. In het um, Zweedse pretpark. Dus, het gebeurt daar, in ieder geval de Effling, weet ik één keer in zoveel tijd. Maar dat zal één keer in zoveel jaren zijn hoor, denk ik, ah. ik. Maar wordt wordt echt al dat staal een keer gecontroleerd. Ja. En er zijn ook allerlei trucs voor, hè? Met, met, ik geloof met een soort van echo... en met, 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 met trillingen, metingen en zo... kunnen deskundigen zien of er ergens haarscheurtjes in staal zitten. Want het is niet voor niks een haarscheur. Met een blote oog zie je ze bijna niet. Nee. Ja, totdat ze groter worden, zoals hier ja. gebeurd is bij uh, Fury 325. <laughs> Dan is het... Uh, ja, precies. Ja, in het Zweedse pretpark uh, uh, Grunalund... Grunalund is ook iets uh, helemaal fout gegaan. Er is zelfs een dode bijgevallen. Daar is de achtbaan Jetline uh, oh, ja. uh, ontspoord... Op 25 juni. En uh, 14, people, uh, 14 people were on the ride during the accident. Uh, drie mensen vielen eruit. Uh, het is niet een karretje van de track gevallen. Maar hij uh, is zeg maar, uh, met zo'n kracht die stil kwam staan dat drie mensen eruit vielen. Uh, waarvan één dus helaas is overleden aan zijn verwondingen. Uh, zeven andere mensen zijn naar het ziekenhuis gegaan. En uh, de attractie is nog steeds dicht. En uh, Lund is zelf ook uh, dicht gebleven tot en met 5 juli en op 3 juli hebben ze de deuren geopend, kort als een soort ja, wandelpark. Iedereen mocht naar binnen die het wilde om herinneringen op te halen en bloemen neer te leggen. En het was ook gewoon het park werd gesloten om de medewerkers even wat rust te geven en om de boel even te evalueren samen met de landelijke safety, de, de Swedish Accident Investigation Authority. Nou, maar ja, die, die achtbaan in in Gronalund, ja heftig dat daar natuurlijk een dode bij gevallen is. En daar is ja. toen al veel over gezegd. Ik werd die dag gebeld door allerlei oh. radio en televisieprogramma's om er iets van te zien. Ja. Maar er was toen ook vooral als politiek aan de hand. Ik, ik wist het echt even niet wat daar <laughs> nou. Uh... Ja, ik wist het niet zo goed. Dus ligt er zag, een Je ligt zo'n laat. De zat die avond bij Marcel en Gijs. Ja. Uh, nou, die deed het op zich goed. Uh, maar ja, die had ook niet echt iets iets. Uh, die wist natuurlijk ook niet wat er gebeurd was. Nee. Uh, maar dit is natuurlijk wel. Ja, dit. De kans dat het gebeurt is heel, heel, heel klein. Maar ja, er gaat, gaat ooit wel eens iets mis natuurlijk. Maar in Nederland? Niet. Nog steeds alles veilig en goed. Ja. 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 Ben je ben wel eens bang voor dit soort dingen? Nee. Is net zoals wanneer je in de auto stapt of in het vliegtuig zit of in een achtbaan gaat. Ja, weet je, je weet... Ja, het veiligste is om thuis op een stoel te blijven zitten. Maar dat is ook niet meer waar, want meer dan de helft van alle ongelukken gebeurt in en rondom het huis. Dus, ja... Uh, de enige manier om zeker te zijn dat je niks overkomt is om snel dood te gaan. Nou ja. Er staat ook niet echt op een verlanglijstje. Dus het is, uh, ja. Het is zeer ja. treurig, maar uh, ja. Het is nu eenmaal. Ja, that's Life. That's Life. Over that's Life gesproken en, en gedoe en, 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 en planningen die niet uitkwamen. Uh, dan moet ik zeker aan jouw planning denken de afgelopen weken. Wat is jou opgevallen in, in Preparkland? Want je bent dus niet meer in Port Aventura geweest. Ik ben niet meer in Port Aventura geweest. Uh, nee. Want ik ben toen even naar Nederland gevlogen om uh, mijn steentje bij te dragen aan een extra uitzending van Op 1 over ja. de val van het kabinet. Die vielen nog harder dan. Uh, dan. Uh, dan. Uh, noemen ze vrije valtoren, dan de vrije valtoren die ze nu geopend hebben in Port Hè? Ah, I I precies. Ja. Hoe gaat ja. dit? Helemaal niet. Uh, Helemaal niet lang over na moeten denken. Maar, um, nou, kijk, dus toen ben ik naar Nederland gewoon. Dus ik, ik kon niet. Um, maar er zijn toen andere mensen wel in mijn plaats naar Portaventura gegaan. Die hebben het op Oef. zich uh, leuk gehad. Um, de vorderingpassen die we bij de hotelkamer kregen. die kwamen wel goed van pas, begrijp ik. Want dat was echt gewoon vorderingen, vorderingen, vorderingen. Gewoon, je was meteen aan de beurt bij al die attracties. Je hoefde nauwelijks te wachten. Ja, dat is wel top, hè? Um, bij een park waar ja. wachttijden toch wel heel lang zijn. Het voelt wel dubbel hoor. Maar, ja, jij, dus... ja, ja, maar toch. Het ja. is dus niet wat mij is opgevallen. Oh. Um, iets anders is mij opgevallen. Iets wat mij een beetje aan het hart gaat. Oh. Uh, Le Mystère du Nautilus. Zegt jij dat wat? Anders? Ja, ik weet waar je het over hebt. Ja, de prachtige is, uh, doorloopattractie pakketen... in Disneyland Paris. Ja, de onderzeeboot waar je in kan. Uh, naast uh, Hyperspace Mountain. Vroeger was het gewoon Space Mountain. Ja. Ja. Um, leuke fun-effect is, je, gaat dan, je ziet daar de, die onderzeeboot liggen. Um, en je hebt dan een gebouwtje waar je in een wenteltrap naar beneden gaat. En Dan lijkt het net alsof je de onderzeeboot ingaat, maar je gaat in werkelijkheid de andere kant op. Ja. Het uh, gebouwtje staat achter de bomen, waar, waar je uiteindelijk de walkthrough hebt. Waarbij het. En dat lijkt alsof je dus door uh, die onderzeeboot gaat. Die is weer opengegaan na een, uh, een, 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 een korte periode van onderhoud. Mm -hmm. En het is uh, behoorlijk wat, uh, wat veranderd. Maar de belangrijkste verandering is, is dat de animatronic die erin zat er niet meer is. Ja. En er was Rest een uh, grote aanbetaling van een octopus. En die is nu dus vervangen door een scherm. En dat is mij opgevallen. Disney, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Ja. Waarom? En niet zomaar een scherm. Maar gewoon een scherm met stokbeelden van, uh, van schildpadden en haaien. En die is zelf gemaakt. Wat is hier aan de hand? Wat, wat, Waarom waar, waar doen ze dit? Disney zelf zegt erover: we wilden graag een, uh, een, een verhaal vertellen dat meer relevant is. Vandaag de dag voor onze bezoekers. Uh, nieuwe encounters are happening. Dus, happening. Ja. dus nieuwe ontmoetingen, nieuwe belevenissen in de Grand Salon scene. Waar je dus eerst dus in de ja. Grand Salon van die onderzeeboot stond. En dan ineens ja. kwam daar die, die, die grote animatronic achter dat raam voorbij van die octopus die jou, die, dat schip probeerde te elektriciteren. Um, maar dat is nu dus ja. allemaal anders gegaan. Het probleem is dat niemand die film natuurlijk nog kent. Hè? Van uh, 20,000 Leaks Under the Sea. Dat is maakt dat uit? Een... Ja, weet ik niet of het uitmaakt. Maar ik denk wel dat mensen tegenwoordig toch verwachten. Dat ze Buzz Lightyear en. Uh, en Dory zien zwemmen. Nou goed, nu is dat niet het geval. Maar de. Uh, men verwacht. Ik begreep van Erwin Taats, die stuurde dat door. Dat. Uh, de film over Captain Nemo. Dat hij dus blijkbaar. Uh, uh, gevoelig zou kunnen gaan liggen, omdat aan het einde een, uh, een stam met inboorlingen wordt aangevallen, en dat Disney dat toch niet aan herinnerd wil worden, en dat ze net bij Splash Mountain met Song of the South alle verwijzingen willen verwijderen. En dat daarom dus ook deze attractie daar aan ten prooi is gevallen. En dat we dus uh, ja, een, 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 in de toekomst waarschijnlijk beelden gaan zien van een nieuw te maken serie rondom dit uh, voertuig. En dat we nu een soort tussenfase zitten dus alle verwijzingen naar uh, uh, expliciet die film die zijn eruit en het verhaal van Captain Nemo dat gaat er wel weer opnieuw opgepakt worden met een nieuwe serie op Disney Plus maar hoe dat precies ja. zit dat uh, gaat de tijd uitwijzen maar Disney komt nu met een ander verhaal dat, dat, dat ze ook samenwerken met uh, met, met, met marine biologists, oftewel de, de zeebiologen die in dienst zijn bij Disney. Dat denk ik ja... En dat ze een verhaal willen vertellen over het behouden van de zee en de oceanen en de natuur. Dan denk ik, joh, daarvoor ga ik toch helemaal niet naar een pretpark. Ik wil gewoon een goed spannend verhaal. En het, het heet ja. Le Mystère de Nautilus, oftewel het gaat om het mysterie. Maar er is helemaal niks mysterieus meer aan nu. De tijd ligt achter ons inderdaad. Dit is toch vreselijk. Wat ja? doen ze, wat, dit is toch zonde. Dit was echt een prachtige parel die, die uh, gegaan, weet je in het begin van, de begintijd van Disney volgens mij niet uit het openingsjaar, maar uit 94. Uh, uh, maar dan is het toch bizar dat ze dan daar dan nu het mes in zetten. Ik bedoel, ik snap die film ja. uit 1954, hoor, waar het op, 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 uh, op gebaseerd is. Hè? Dat is 20.000 ja. links Leagues Under the Sea. Ik zie dat, hier, snap ik. Ik zie niemand ziet jullie, die film uh, meer. Maar. Ik zie hier dat 4 juli 1993. Dus dat is een van die attracties die is toegevoegd. Uh, omdat ze toen een soort van... Uh, uh, ja, ze hadden toen een attractie tekort. Toen hebben ze heel snel wat, wat, uh, wat, wat, wat walkthroughs bijgebouwd. Zoals uh, Le Passage Enchanté Chanté Of Of dus inderdaad deze. Ja, hartstikke mooi. Maar, um... Ja, maar een leuke funfact hierover is dat dit eigenlijk... Uh, het ontwerp van deze attractie lag al heel lang op de plank. Want mm. ooit ja. zou Disneyland Parijs... Uh, ...Euro Disney zou Discovery Mountain krijgen. Oh. veel grotere projecten, een ander soort Space Mountain. Dat ging niet door. Daar zat deze Nautilus, die onderzeeboot, ook in met een restaurant. Uh, oh. En dat is toen geschrapt. Maar die ontwerpen lagen er nog. En dat is uiteindelijk die walkthrough geworden... ...toen ze er in relatief korte tijd nieuwe attracties nodig hadden. Uh, uh, uh. Ja, ja, hadden ze nog maar vaker zo'n uh, zo bouwrush. Uh, zo bouw want tegenwoordig is dat niet meer, dat park, dat... Uh... Blijf een beetje stilstaan. Maar goed, daar gaan we het zo meteen nog wel vaker over hebben. Want uh, er is heel wat te doen omtrent Disneyland Parijs. Want jij bent ook in Disney Sea geweest, hè? Ja. Maar zeker. daar zit geen Nautilus waar je in kan, toch? Of wel? Daar ligt je wel zo'n boot. Hele, je hebt daar een hele attractie rondom uh, uh, 20.000 leagues under the sea. Dat is mooi. Maar dan woord. kom je niet in de onder, onder, onderzeeboot, toch? Of is onderzeeër? Ik weet even niet wat het uh, uh, onderzeeer. is. Onderzeeër, ja. Nou, het is, ja. Een, het is een attractie dat je in een mini-submarine gaat zitten. Mmm. Dus het is ja, niet in de onderzeeën. En je ziet natuurlijk ook wel die onderzeeën liggen. Maar in de wachtrij en zo loop je wel. Ja, je, je, ja weet je. Zoals eigenlijk bij Disneyland Prijs is het een soort uh, volgerecht. En in Tokyo Disney City is het hoofdgerecht plus toetje plus nog. Uh, ja, ja dat, okay. daar is het gewoon helemaal. Een hele grote uh, gewoon okay. een hele goede it attractie Daar is dus wel een restaurant in dat thema. We gaan even door, want we hebben nog veel meer te bespreken over Disneyland Prijs zometeen. Maar eerst, Maurice, dit is het punt waarop je altijd even vertelt waar ja. wij op social media te vinden zijn. Twitter.com slash ThemetalkNL. De plek waar wij te vinden zijn en waar we gewoon door zijn gegaan. Ook tijdens onze afwezigheid van een tweetje maken. Is sneller gedaan dan een hele aflevering maken. Uh, daar kunnen je ons volgen. Doe dat zeker. We hebben Instagram, we hebben Facebook. We hebben een website, Themetalk.nl. En via Themetalk.nl slash reageren. Kun je ons een berichtje sturen. Dingen die we hebben gezegd in de afleveringen. Of waar dan ook. Of dingen die je zelf meegemaakt. Uh, doe het allemaal via Themetalk.nl slash reageren. En Thomas... Um, Mm -hmm. Er zijn mensen die ons superleuk vinden en die steunen ons financieel. En dat kan via petjeaf.com. Uh, jij bent altijd van die administratie, dus ik ga nu aan jou vragen om het boek te openen met de nieuwe leden via petjeaf.com. Slash Theme Talk. Ja, en daar kan je ons dus steunen. En het idee daarvan is dat je dan of 2 euro betaalt, of 5 euro per maand, of 57 uh, per maand. Dan kan je zelf kiezen. Nou, ja. uh, er zitten al voordeeltjes aan. Um, bijvoorbeeld dat je in de WhatsApp-groep komt. Hallo, ja. welkom. We hebben afgelopen week weer wat mensen mogen verwelkomen in die WhatsApp-groep. Even opletten, ik blijf het zeggen: ik val een herhaling. Maar als je dus jezelf aanmeldt op petje af, uh, dan krijg je op de pagina van: Hé, hey, je aanmelding was succesvol. Daar staat een link, en daarmee kan je jezelf toevoegen aan de ja. WhatsApp-groep. Er staat later allemaal dat je toegevoegd wordt. Maar dat doen wij niet, nee, want wij zijn lui. Dus ja. je mag jezelf toevoegen en dan ben je lid. Maar dan moet je dat wel zelf even doen. Maar dan moet je dus even op die link klikken. Als je die link gemist hebt, stuur dan even een mailtje. Maar liever niet. Ja. <laughs> nee, dat is nee wel... want in principe zou het niet hoeven met de, met de, met de fantastische service van uh, Petje Af. <coughs> ja, maar goed. Jij bent geen fan, hè, geloof ik? Ja, weet je, het, is, het, het zou wat gebruiksvriendelijker mogen. Zowel voor ons als voor onze, onze, onze lieve donateurs. Maar ja, dat is nu helemaal... Uh, we hebben wel bijvoorbeeld We nieuwe, nieuwe vrienden gemaakt. Ik zou zeggen uh, applaus voor de ja. volgende mensen, dames en heren. Nieuwe supports van de Team Talk Podcast. Deze mensen zorgen er dus voor dat wij in de lucht kunnen blijven. En zij betalen mee aan de hosting waar deze audio die je nu hoort, waar dit dus op staat. Applaus voor Bas de Reus, welkom, Michael welkom. Bot. Dank u, Jesse welkom. Kuipers. Welkom. En Bram van Sprang. Welkom, welkom, welkom. Yay. Super leuk dat jullie er zijn. En welkom bij ja, de club en welkom super. in de groep. Uh, en uh, mocht je ons ook willen steunen, dus petjeaf.com slash theme talk. Maurice, ja. jij doet ook stellingen plaatsen. Iedere zondag is het weer raak op Twitter, zolang het kan. Ja. Um, plaats jij polls <hums> waar mensen op kunnen stemmen. Um, en je hebt, we lopen een beetje achter, dus ik neem aan dat je er een ja. paar hebt voor ons nu. Ja, de laatste keer dat we een aflevering hadden was 24 juni. Maar op 25 juni hadden we ook weer een nieuwe uh, stelling, een nieuwe ja, nieuw teamtalk, opiniepanel. En dat ging over SeaWorld Abu Dhabi. He, als we het nou net hebben over onderzeeërs en zo. Uh, ja, dat is toch een, 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 een park waarin je onder de zee het leven kan volgen... En uh, SeaWorld Abu Dhabi is daar uh, een, een nieuwe uh, ja, mogelijkheid in. Het is net open. Tijdens onze reis in, in Dubai ja. um, uh, hebben wij een, een dag gehad in Warner Brothers uh, World Dubai. Hoe heette dat park? Warner Brothers Dubai? Nee, Abu Dhabi. World World Abu Dhabi. Abu Dhabi, inderdaad. Ja, 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 en de, toen hebben we daar een, 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 een kleine tet à gehad met wat mensen. En er was ook een meneer bij die verantwoordelijk was voor het ontwerpen van dit nieuwe SeaWorld ja. park. Daar hebben Leuk we een interview ja. mee gehad. Dat staat ergens nog op uh, een van de afleveringen. Uit januari 2022 moet je even terug. Ja, leuke vent was dat, echt een uh, ja, echt een super enthousiaste, gepassioneerde Amerikaan die dan vertelde over uh, SeaWorld en zo. We hebben nog een beetje het vuur aan, de schenen gelegd. van. Oh ja, komen er een achtbanen, hè? komen er ook penguins? Nou, luister dat allemaal terug. Maar het is dus geopend, uh, zoals ik zei, afgelopen maand opende Sea World Abu Dhabi. Alles dus te stelling in een overdekt themapark van 183.000 vierkante meter. Ontdekken bezoekers en onder andere het grootste aquarium ter wereld. Bijna 70.000 waterdieren. Of niet per se waterdieren, maar. En dat, Thomas, op een plek die voorheen gewoon woestijn was. Wat vind jij nou van dit soort projecten? Vind je dat geweldige innovatie? Fantastisch, wat heerlijk, wat leuk dat we dit kunnen als mensen. Of vinden we het misschien wat onnodige decadentie? De grootste overdekte aquariumbak ter wereld in de woestijn. Nou, daar hebben 446 mensen op gestemd. 34,8% vindt het geweldige innovatie. 65,2% vindt het onnodige decadentie. Uh, Ronnie die zegt het neigt naar onnodige decadentie. Maar goed, dan speelt ook een flinke portie jaloezie mee. Zo'n park staat veel mooier in de polder, zegt hij. Wondersteffel zegt: thematisatie, zoals ik heb gezien in de video, was erg top. Maar ik vind het heel raar dat er in deze tijd nog een compleet nieuw aquarium wordt gebouwd. Het is meteen zo groot. En ik heb nog nooit druk gezien in een video van die toeristische attracties daar. Ja, dat is ook een beetje het punt, inderdaad. Van het, toen wij er waren Thomas, het was echt top. Het zou geweldig zijn om nog een keer terug te gaan met, uh, met, uh, met Bucketlist of Florida. Maar het is wel. er was niet per se heel veel volk te bespeuren. En uh, nee. dan vraag je je toch af, waar moet het dan van? Natuurlijk, ja, het is allemaal van het oliegeld. Hè? Die, die sheiks die kijken vast een beetje vooruit. Want ik geloof dat over een jaar of zeventig is de olie daarop. Dat verwachten ze. En dan willen ze een nieuwe voor economie daarnaast hebben gebouwd. Die van de Leisure. Met waterparken en, en, en Ferrari world. En achtbanen. En dus ook SeaWorld. En um, ja, dan vraag je, je inderdaad af: goh, moet dat wel? Nou, ik denk dat als je verwacht dat je over 70 jaar relevant wil zijn, dan moet je nu alvast inzetten op moderne technologieën en groot, groter, groot. Dus wat dat betreft snap ik het wel. Uh, ik sta er ook zo in, Thomas. Ik vind het uh, bijzonder dat ze het doen, maar ik ben er wel voorstander van. Ik vind het tof dat ze het kunnen. Ik vind het ook een soort ja, hoogtepunt van de mensheid... dat wij dit kunnen bereiken met z'n mm -hmm. allen. En uh, het is ook zomaar... Dus kijk, de technieken die we hier nu hebben gebruikt... en dingen die we hier wellicht voor hebben uitgevonden... zijn ook weer dingen die we ergens anders misschien wel kunnen gebruiken. Ja. Ja, ja, ik vind nooit, geen enkele uitvinding vind ik ooit overbodig, omdat er altijd ergens anders gebruik voor kan worden. Omdat we ooit met ruimtevaart, uh, weet je, omdat we misschien met elektrische tandenborstels wilden poetsen, kunnen we ook mensen naar de maan sturen en hebben nu ook gps en het, zijn allemaal, het hangt allemaal samen met elkaar. Dus ik vind het niet ja. per se onnodige decadentie. Oké, okay. ik, ik, ik heb eigenlijk, uh, ja, ik, ik weet niet of ik er een mening over heb. Ik vind het aan de oh. ene kant wel, <tieft> ik zie het natuurlijk bruut uit. Ja. Ik vind echt die grote zeezoogdieren, zoals de dolfijnen en zo, die in gevangenschap houden in kleine bassins, daar heb ik wel yeah. wat moeite mee. Maar ik heb het idee dat SeaWorld altijd wel heel goed voor zijn dieren zorgt. Dus ik, dat heb ik deed ook. Daar dat ook dat weet daar ook te weinig van ja. om daarover te kunnen oordelen. Ja. Ik voel wel, laat ik het zo zeggen, ik vind het aan de ene kant best in de, de foto's die ik ervan zie zijn best indrukwekkend. Ik had gehoopt oh, op wat absoluut, meer ja. attractiegeweld. Uh, um, <laughs> lees achtbanen en dat soort zaken. Dat valt toch een beetje tegen bij dit project. Ja, maar het, mm -hmm. het is wel de snelste achtbaan ter wereld. Als die van de rails af zou schieten, <coughs> als die een grunneluntje zou doen, dan zou die doorschieten tegen het gebouw van SeaWorld aan. Hè. Het staat allemaal <laughs> naast elkaar. Dus elkaar. Je, ja. je kunt ja. daar al heen, zeg maar. Je kunt er al heel veel attractiegeweld zien. Je, je kunt minute. dat okay. al zien. En wat je daar nog niet hebt, is juist uh, een fantastische dierenthema-gebieden. Dieren ja. Nou goed, je, je kunt wel naar de, de Dubai Mall. Daar heb je wel een enorm aquarium. Dus <laughs> het is ook weer niet dat het daar helemaal niks is, maar... Ja, ik ben er niet tegen, maar ik voel wel ongemak. Ik denk ja. wel, als ik er zou zijn... Ik verwacht niet dat ik op hele korte termijn nog eens een keer in Abu Dhabi kom. Dan zou ja. ik waarschijnlijk wel gaan kijken. Ik zou er niet omheen lopen, maar ik voel wel ongemak. Ja, ja. ja met, met roltrappen afdalen in het grootste aquarium ter wereld. Projecties uh, in koepels. Uh, Hebben zij nu het grootste aquarium ter wereld, die, ja. die, die, die SeaWorld Abu Dhabi? Okay. Ja, 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 dus het is, ja, het is wel echt fantastisch. Mm. Ja. Ik, ik ben niet de allergrootste fan Hoewel ik het hartstikke leuk had in de Apenhul, waar ik uh, gisteren dus was. Maar het is ja, dat is zoveel spektakel en thema en, en techniek en innovatie. Ja, daar kun je toch moeilijk uh, koud onder blijven. Ja, ik was een tijdje terug uh, bij uh, op één, oh, uh, over nou. politiek te praten. En toen was daar uh, Mark de Boer te gast. Niet Mike de Boer, maar Mark de Boer. Ja. En die is uh, specialist van het Oceanium in uh, Blijdorp. In oh. uh, Rotterdam. Het ging over haaien. Omdat er steeds vaker haaien opduiken bij de Spaanse kust. Maar uh -huh. toen na de uitzending toen vroeg ik hem een beetje: van... Ben je ook een beetje een dierentuinman? Want je ga er vaak heen. zei: Nee, eigenlijk helemaal niet. <laughs> hij heeft Helemaal niks mee. Oh, hij zei: ja, Kom wel eens in een buitenlandse dierentuin. en is dat voor werk. Maar niet, yeah. niet omdat ik nou zoveel heb. Want ik wilde, dacht: nou, ik Ga ik eens even met hem babbelen over uh, yeah. Animal Kingdom it's en animal dat soort dingen. En had hij yeah, helemaal niks mee. Ja, oh. grappig toch? Yeah. Hij, hij was vooral heel geïnteresseerd in, 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 in het dier en hoe je het dier. Uh, onder, hij was eigenlijk microbioloog. En hij is ja. Ja, zo ingerold. Ja. Interessant. Ja, ja, ja. uh, maar goed, uh, die blauwe haai overigens, die uh, steeds vaker voorkomt bij de Spaanse kust. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, want die vallen bijna nooit mensen aan. Bijna nooit. Hmm. <laughs> maar die heb jij niet gezien <laughs> toen je in, uh, in Spanje was. Die heb ik niet gezien, nee. nee, nee. Veel, veel gezien, maar geen blauwe haaien. Nee. Ja. Nee, ik... Uh... Ik zag ergens een keertje zo'n bordje in een dierentuin dat inderdaad, dat, dat, ja, ik begin nu even cijfers uh, even te, te bedenken, maar dat zeg maar één haai zeg maar, dood per jaar, uh, er worden per jaar over heel de wereld worden, uh, drie mensen gedood door haaien. Maar over het hele jaar worden er uh, 87 miljoen haaien gedood door mensen of zo, weet je wel? Dus dat 87 ook miljoen lijkt me. Nee, me heel veel. Ik, ik zeg maar wat, geen idee. Ik noem even. Okay, wat ik maar gewoon, ja, dat mensen maken veel meer haaien dood dan dat ja. haaien mensen doodmaken. Ja, ja oké. Okay, ja, precies. Ja. Dus uh, he, het mag ook wel dat die haaien af en toe even hun gram halen. Ja, um, ja oké, okay, maar dat is zelfs met koeien. Daar gaan natuurlijk heel veel koeien dood. Omdat ja. uh, hamburgers eten bij onder andere de McDonald's en de kwik. Ja. Uh, maar toch lekker heel vervelend <laughs> als je een keer overlopen wordt door een koe. Ja, ja, dat is wel vervelend, inderdaad. Ja. <laughs> Maar waarschijnlijk gaan er nog meer mensen dood door de koeien dan door haaien. <laughs> ja, dat is niet ja. hetzelfde als als je, als je dus in de zee bang bent voor, voor, voor haaien. Dat mensen dan zeggen, ja, maar de kans dat dat gebeurt is zo klein. De kans is veel groter dan dat je door een koe. Uh, of door een hond, weet ik veel. Maar dat is hetzelfde als met vliegen. Als iemand vliegenangst heeft, dan gaan mensen ook altijd zeggen, ja, maar de kans dat er wat gebeurt in de auto onderweg, dat het vliegveld is groter dan dat er wat gebeurt in het vliegtuig. Maar ja. dat is helemaal geen geruststellende gedachte volgens mij voor mensen. Ja, maar de dan kans dat ik ben bang van de auto. Maar de kans koeien, dat ik door een koe word gedood... terwijl ik in het water zit, is vrij klein. Terwijl dan de kans op een haaienbeet toch wel... aanzienlijk toeneemt. <laughs> ben, jij, ben, jij, ben jij van het zwemmen in de zee eigenlijk? Nou, ik uh, ben afgelopen... Uh, voorjaar in Turkije geweest. En heb ik heerlijk gezwommen in uh, de zee, al daar. Um, en ik ben ook... Uh, gaan zwemmen echt de zee in. Maar wel echt tot aan zo'n boei. Want ik dacht, die boei die ligt daar... omdat ze daar, die, 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 die Turkse mensen... Die weten precies wat veilig is en wat niet... Als ik verder ga zwemmen dan deze boei, zeg maar één meter verder dan dit, daar is het in één keer sterke onderstroom. En daar zwemmen in één keer haaien en krokodillen. Want ja, nee, gewoon... die haai die ziet die boei en die denkt: nou, alle mensen die binnen die boei zitten, die, die eet ik niet die, op. Die val ik niet aan. Nee. Ja. Oh, dat dacht ik eigenlijk wel. Nee, ja, ik dacht: weet je, ik, tot, tot, deze snel, tot deze afstand is mijn veiligheid min of meer gegarandeerd. Dus uh, ik heb daar heerlijk naartoe gezommen en toen even daar rondgedreven. En... Maar ik, als ik, ja, ik vind zwemmen, dus even heerlijk. Maar het, ik, ik ben wel van... Hè, ik zit wel altijd van... Dan, dan ge, voel ik in één keer een, een vieze gele poten langs mijn, langs mijn been. Een kwal? Zo, of, hè, dat vind ik wel echt gewoon... Ik had een ik, bootje gehuurd in Spanje. Daar? Ja. Uh, zo'n zo, zo, zo Spaans kloepje met zo'n zonnedekje. Minder dan 12 pk, dus dan hoef je niet, uh, geen vaarbewijs te hebben. Geen, een, een, oh. No licencio, zeggen ze dan. Nou, dan ja? mag je zo'n ding huren. Nou, uh, dus een beetje varen op die Middellandse Zee. Nou, dat is, dan valt je op dat die Middellandse Zee toch best wel behoorlijk hoge golven heeft. Want wij kennen allemaal die leuke vrolijke baaitjes bij het strand. Ja, ja. Daar, daardoor is die zee helemaal niet zo wild. Maar dan vaai je die baai uit. Zo, de kwetters. Dat ging wel even te keer. Ja. Dus ik zat wel een beetje. En de medepassagiers in de boot die raakten ja. wel een beetje in paniek. Maar op een gegeven moment hadden we hem even ergens aangelegd. Weet je, dat kan dan. Nou, de eerste keer dat ik hem aangelegd had, dat is wel lach, had ik het anker overboord gegooid. Ik dacht, nou, uh, we liggen stil. Weet je. Ja. Maar toen ging ik dat anker ophalen en toen zag ik door het heldere water dat dat anker nooit de bodem oh, <laughs> gehaald heeft. Dat bleef gewoon een beetje zo hangen. Maar goed, ik ben dus geen goede zeevaarder. Maar toen, even later, hadden we ook echt anders aangelegd. En uh, dan is het toch gewoon, ja, net buiten, die, net buiten, dus wel in die baai nog, maar net buiten dat gebied waar die boeien liggen, dan is die zee niet zo wild. Uh, dus eigenlijk waar je dus, ja, buiten waar jij durfde te zwemmen. Maar dan ben ik er wel van die ja. boot afgesprongen. Dan heb ik zo lekker rond die boot een beetje gezwommen. Zou dus ja, je dat durven? Ik, ik heb ook wel in het verleden. Toen was ik met Tenerife. En toen hebben we zo'n uh, zo dolfijnentour gedaan. Dat je dolfijnen ging spotten oh ja. en walvis en dat soort beesten. Uh, dieren natuurlijk. Hè. En uh, toen hebben we ook. Op een gegeven moment stopte de boot ook. En toen kon je ook van de boot afstappen. En uh, kon je daar ook gaan zwemmen. En dat was inderdaad natuurlijk ook buiten zo'n boeigebied. Maar ja, dan denk ik weer: hè, die, uh, die Spanjaard of die, ja, die, die schipper die weet hier van dit is veilig, dus dan ben ik ook dan stap ik ook met een gerust hart uit. Ja, je hebt, je hebt een blind vertrouwen. En als iemand tegen jou zegt: Ja, zit, dit is ik veilig. heb een blind vertrouwen inderdaad. Als ik een ziekenhuis in word gereden, of als ik naar een. Uh, 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 dan weet ik: die dokter die weet wat goed voor me is. Als ik naar een vliegtuig, als ik in, in stap, dan weet ik: die piloot, die stewardess, die hebben hiervoor geleerd. Als ik naar een garage ga, dan weet ik, die automonteur, dat is een vakman of vakvrouw, die weten het. En ik ga met veel plezier, uh, geef ik dat soort zorgen uit handen. Dat deed Walt Disney ook, die wist precies welke mensen die moest huren voor dingen. Dat geeft heel veel rust. Ja, vliegtuigen ja. ook, heb je nooit bang van, angsten voor? Angst nee. Nee, het is tegenwoordig zelfs zo erg dat ik ga zitten en ik, ik slaap dan echt nog voordat zeg maar, het, het, het verhaaltje gaat verteld worden. Oh ja? Oh, dat is heel goed. Ja, dat is heel goed. Ja. Um, goed, we hadden het stellingen. Je hebt er nu één gehad, maar je hebt er nog meer, geloof ik, toch? Ja, want um, uh, dat was een stelling over SeaWorld. Een week later hadden we het over schoolreisjes. En ik dacht, misschien is dat een leuke vraag. Moeten de megakortingen voor schoolreisjes worden afgeschaft? Uh, al het, uh, de, de, zoals ik zei, uh, als scholen met de kinderen naar het pretpark willen, betalen ze maar gewoon het normale groepstarief. Zo, uh, daar hebben 510 mensen op gestemd. 36,7% zegt, ja, gewoon betalen. En 63,3% zegt, nee, die korting is prima. Wat zeggen onze luisteraars? Simon die zegt, je kan beter gewoon personeel trainen en op omgaan met drukke tieners. Een goedkoper tarief bieden houdt ook de mogelijkheid voor kinderen uit gezinnen met een kleinere portemonnee uh, in stand. Dan neem ik het haantjesgedrag wel op de koop toe. Jeffrey zegt ook, gewoon houden, schoolreisjes horen erbij en het geeft veel kids de mogelijkheid om naar een pretpark te gaan... Dus dat zou normaal gesproken niet kunnen. En Yves die zegt, gewoon volle pond, dan is er ook meer budget voor nieuwe attracties. Want hoe ja. groot is die korting? Even mijn beeld. Nou, gaan we nu even checken. Wij gaan eens even naar de Efteling Digitaal. Terwijl het opzoek, zal ik even wat context scheppen waarom deze peiling er is. Um, dit was een beetje in juni, dan zijn de scholen nog open in Nederland. Dan ja. hebben die leerkrachten er allemaal geen zin meer in. Dus wat doen die scholen dan? Die plannen in juli, of in juni, um, you know. En dan plannen ze heel veel van die schoolreisjes. En uh, het viel dus uh, veel van onze TeamTalk-luisteraars op dat die scholieren zich niet altijd even netjes gedragen in pretparken. En dat ze soms ook wel gewoon een beetje irritant zijn. Nou goed, ik denk dan ja. Het hoort er wel een beetje bij. Maar het is wel zo als je natuurlijk met zo'n school gaat. en het zijn groepen. dan krijg je, altijd, dan krijg je groepsgedrag. Je bij bijvangst. Ja, dat, dat hoort er eenmaal bij. Maar eh, toen viel het op dat die scholieren vaak veel goedkoper naar binnen kunnen. dan normale bezoekers. terwijl ze wel een enorme stempel drukken op ja. de dag in dat pretpark. Nou, jij hebt nu inmiddels de prijzen voor je, neem ik aan. Zeker. Uh, tot en met 10 november kost het 21 euro per persoon. Uh, en vanaf 13 november tot en met 22 december. dus dat is maar een maandje anderhalf maand... is het 16 euro per persoon. Maar het, het kan dus voor 16 euro per persoon. Bij? Bij de Efteling. Dat is niet duur. Nee, 16 euro. Ja goed, alleen in de winter natuurlijk. Maar ja, 21 euro in de zomer. En als je de Efteling wil bezoeken als normale groep... dan kost het 33 tot 43 euro. Dus voor nog eens 12 euro goedkoper... dan het goedkoopste groepstarief... wat dus al een korting is... zit je in de zomermaanden als schoolreisje in de Efteling... En in de winter is het dus nog veel goedkoper. Ja, dat zijn wel enorme kortingen. 16 euro vind ik wel heel goedkoop, trouwens hoor. Iemand zegt ook, misschien is het een idee om een soort maximum in te stellen dat je, uh, dat je niet te veel schoolreisgroepen hebt. Aad die zegt het is houden. Wel handig als de site van de Efteling bijvoorbeeld aangeeft hoeveel schoolreizen er zijn. Uh, voor andere groepen bezoekers. Uh, en Den zegt op zich prima, maar houd die rotkinderen wel beter in de gaten. Als docent weet je of je met een groep ex in de gaten moet houden of niet. De meeste kinderen gedragen zich gewoon normaal. Wellicht dat parken bij extreem man-gedrag een school wel op een blacklist kan zetten. En dat vind ik een goed idee. Want ja, ik heb de vorige keer al toegelicht en mijn, mijn, uh, mijn idee was: weet je, er zullen ook heel veel kinderen tussen zitten die normaal niet zouden gaan. En die krijgen nu, en ik heb misschien wel de dag van hun leven, die worden. Uh, die hebben de spark of imagination. Die zien in een keer dingen die ze nooit hadden gezien. Uh, Kwaliteitsslag die ze normaal niet kennen. Ik denk dat het wel behouden moet blijven. Ik denk dat veel mensen voor het eerst verliefd worden op pretparken. In, uh, op een schoolreisje. Dus behoud dat wel. Maar houd de rotkinderen inderdaad beter in de gaten. En uh, ja. Ja, ik vind zo'n blacklist wel een goed idee, inderdaad. Ik weet van mensen die in, uh, in. Walt Disney World gewerkt hebben. Als uh, in de college program en zo bij attracties. dat uh, de groepen. Uh, worldwide of sports uh, die daar komen voor zijn we, scholen, um, vaak is, uh, cheerleaders dat soort groepen, voetbalteams, basketbalteams, dat soort dingen en zo. Die gaan dan, die mogen, gaan dan op trainingskamp naar Walt Disney World. Ja. Dat ze die uh, ook vaak bloedirritant vinden, dat het echt een soort van ding is om het personeel daar om. Daar lekker over te klagen onderling. Zo, so, ik uh, voer nu even in op Google. Want ik ben natuurlijk onderling, uh, ondertussen even wat redactiewerk aan het doen. Hè. Ik Google nu op Toverland Schoolreis. En de eerste hit die ik krijg is gesponsord. op avontuur in het dierenpark. Schoolreis Dierenpark Renen. En voor hoeveel? Renen. Dierenpark Renen, dat is. Uh... We willen dan ook weten de prijs. Is dat goedkoper dan de Efteling? Dat zal toch wel? Dierenpark Renen is toch ouwehands? Dat is met die panda's toch? Ja, die hebben panda's inderdaad. dag te slapen. Dat mag echt niet te duur zijn. Dat moet echt niet duurder dan een tientje zijn dan. Als de Efteling 16 euro vraagt, kom, kom. Oude Hans, wat vraag je? Entree plus tocht 11 euro. 11 euro. Ja, zit je voor 5 euro meer, zit je een dag in de Efteling. Dat is denk ik toch meer vermaak. Aan de ja. andere kant, vanuit een schoolreisperspectief, is natuurlijk ja. een dagje Oude Hans Dierenpark Renen uh, uh, educatiever dan een dagje Efteling. Misschien moet je met z'n allen naar Seaworld gaan. In Abu Dhabi. Precies. <laughs> Praktische informatie. Schoolreis in Toverland. Wat kost dat? Oh, er staat wel. Let op, de data. Er uh, zijn een paar data niet meer beschikbaar. Dus je kunt bij Toverland kun je kunnen dat ze waarschijnlijk ook. ze houden wel rekening dat niet alles scholen tegelijk komen ja. al is oh, maar. Maar het maar want anders de, eventjes, de de volstaat. parking vol staat. Toverland vraagt voor entree regulier voor een schoolreisje 18 euro per persoon en entree met friet en saus erbij kost 21 euro en entree met friet en saus en een snack en taxi is 24,50 mm, oké okay. en ik heb ook even Walibi gecheckt Walibi is 19 euro per persoon mm. en ik krijg je ook nog eens één een gratis begeleider Per 10 leerlingen. Uh, dus ook een mooie korting. Uh, ja, weet je, het is voor die parkje toch fijn als ze gewoon elke dag honderden rugzakjes uh, door zo'n poort lopen. Het is allemaal extra cash. Weet scholen, als jullie gewoon op school willen blijven. Uh, voor uh, 7,50 euro per leerling. Ja. kan Maurice en ik een hele dag verhalen vertellen. Ja, precies. Team Talk at School. En dan nemen we ook gelijk een podcast met ze op. Dus super leerzaam. Uh, de stellingen, wil je de rest voor volgende week bewaren? Ja, de rest bewaren voor volgende week. Oké, okay, dan zullen we nu naar belangrijk nieuws gaan uit Pet Parkland. Ja. Um, ik pak er maar even verder. eentje bij. Ik, ik gooi het even op een hoop, even alles van Disney. Uh, Bob Iger, hij blijft nog twee jaar. Hij zou maar een jaar komen en hij zou in die... Ja. die hij kwam terug voor wordt beeld van wie het gemist heeft. Bob Iger was best wel lang de, de CEO van Disney. Hij heeft heel veel belangrijke dingen gedaan. Hij heeft Pixar Echt, overgenomen. Hij heeft ja. uh, 21st Century Fox overgenomen. Disney Plus geïntroduceerd. Noem maar op, noem maar op. Toen ging hij weg. De man is al even op leeftijd. Um, toen kwam daar Bob Chapek zijn vervanger. Alles in de die wasschoppen. Werd, die werd Bob Paycheck genoemd. Die heeft overal bezuinigd. Die heeft vreselijke besluiten genomen. Ik overdrijf ja, een beetje. Overal ruzie maar, gezocht. Uh, niet al te lange tijd oefeneur, uh, met kwam hij interne ook muiterij. En ja. toen werd hij aan de kant geschoven. En toen kwam die Bob Iger... Die inmiddels op leeftijd is, die kwam dus weer terug uh, voor een salaris van 27 miljoen dollar per jaar. Kukuk. Uh, maar hij kan zomaar een jaartje terugkomen, want na dat jaar zou hij dan een opvolger hebben gevonden. Was eigenlijk zijn belangrijkste taak: was... Ja, uh, zoek nou een opvolger voor jezelf. De man ja. is namelijk inmiddels 72, geboren op 10 februari 1951. Zie ik hier op Google. En uh, die man die blijft nu dus nog eens twee jaar. Omdat hij dus nog geen opvolger heeft gevonden. Ik ja. heb even gekeken in mijn telefoon. Ik zie geen gemist oproepen. Ik ben niet gebeld. Oh. Jij wel? Mm, ja, door jou net. Maar verder ook niet. Onbegrijpelijk dat deze man mm. zegt dat hij geen opvolger kan vinden. Terwijl hij mij nog niet gebeld heeft. Ja, ik denk dat hij gewoon nog niet goed gezocht heeft. <laughs> Bob Iger. Robert Allen Iger, zo heet hij eigenlijk. Wat vind je ervan dat hij nog twee jaar blijft? Goed? Wordt ik het wel het een charismatische, charmante man. Maar ik denk wel dat het op zich wel tijd wordt voor verandering. En uh, hij is natuurlijk echt van de kerk van... we gaan alleen maar dingen neerzetten die uh, te maken hebben met Disney IP. Terwijl we toch wel fijne attracties kennen als Mystic Manor... en de Haunted Mansion, destijds uh, origineel. Phantom Manor, dat dus zijn allemaal attracties die niet zijn gebaseerd op IP. Big Thunder Mountain. Uh, ja, nu plakken ze er een sticker op met een nieuwe film. Hè. Nu ook de Haunted Mansion, krijgt ook weer een nieuwe film... Maar ik, ik zou het toch ook wel fijn vinden als uh, een keertje willen proberen om niet alleen maar Star Wars dingen in te zetten. Ik snap het, hè? Het is, het is ook wel een, gave, een gave, gave weg om in te slaan. Hij heeft nu gezegd in het interview dat ze met die franchises een stapje terug gaan doen. Hè? Dat ze toch weer een nieuwe, wat ze ook uh, inzien, okay. dat er ook nieuwe franchises moeten ontstaan. Dus je moet daardoor nieuwe ideeën, ja. nieuwe karakters, nieuwe figuren ook de ruimte geven om uit te groeien tot een nieuwe Star Wars. Tot een nieuwe Toy Story. Omdat het werd wel heel veel hetzelfde de hele tijd. Op het scherm zijn ze alleen maar dingen aan het remaken. Dus het is alleen maar de Little Mermaid, Lion King, Aladdin. Het is alleen maar muziek ook, hè? Ik zeg in de top 40. Die gasten van het Cross Amsterdam. die hebben nu weer een hit met. Oh, wat knap. Dan denk ik, ja, dat is al zo oud als De Weg naar man dat lied. En daar hebben ze dan nu weer opnieuw een hit mee. Toen was Bob Eiger nog directeur van Disney. Ja. Nee, toen was hij nog Weerman, toen dat een hit was. Die man ja. begon begonnen als Weerman, hè, zeg maar. Weet je dus wie ook, ook ooit begonnen is als Weerman? Piet Paulus, maar. Uh, ook, maar die is ook zo geëindigd. Maar de uh, clown van McDonald's, de acteur die de clown speelde van McDonald's, Willard Scott heette die, die Ronald McDonald's speelde. Maar die is geen CEO geworden, die is clown geworden. Is hij ja, wel iemand pad dan Bob Eiger? Ja, maar Ronald McDonald werd voor het eerst vertolkt door een, uh, door een weerman. Ja, grappig. Maar goed, als je, als je weerman bent bij een nieuwszender. en je kan uitgroeien tot de, de, de baas van het grootste entertainmentbedrijf op aarde. dan is er voor ons hoop, Maurice. Eh? Ja. Dat is um, gewoon een politiek vlaggevend bedrijf. We hebben er net kritiek op gehad dat ze het huh. enorm verkloot hebben met de Nautilus. Maar ja. um, de entertainmentafdeling van Disneyland Parijs kan wel degelijk iets. Ja. Um, de lokale imagineringtak, tak Want 14 uh, Juliette, en uh -huh. de dag van de bestorming van de Bastille. De revolutie in Frankrijk wordt ieder jaar nog groot gevierd. Het is een belangrijke nationale feestdag. Ook in Disneyland Parijs. Um, was jarenlang een van de drukste dagen van het jaar in dat park. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Maar ze hebben dan aan het einde van de dag groots vuurwerk, speciaal vuurwerk. Dat is in heel Frankrijk hoor, Want ik reed toevallig zaterdagavond door Frankrijk heen. Dat was niet zaterdagavond, dat was vrij, donderdagavond. Vrijdagavond. Donderdagavond reed ik door Frankrijk heen, toen zagen we ook overal vuurwerk aan de horizon en de verte, omdat het dus 14 juli was, de belangrijke feestdag. Maar, uh, Disneyland Prijs heeft toen ook een droneshow erbij en heeft zelfs een record verbroken, 1495 drones met lampjes in de lucht die iets uitbeelden. Dat is een Europees record voor de grootste droneshow in Europa tot nu toe. Ja. En, heb je de beelden gezien? Het ziet er prachtig uit. Disney-figuren, maar ook uh, beroemde ja, Franse Mier, iconen ja. kwamen ja. voorbij ja. in die show. Ja. Het zag heel goed uit. Het was één grote lofzang op Frankrijk. Ja, daar heb jij er niet zoveel mee. En daar knelt voor mij nu ook de schoen. Want Thomas, iedereen is lovend. Iedereen zegt: Oh, dit is geweldig. Dit is fantastisch. Wauw, voor de Wie, wie. Nou, het is een prachtige show. Uh, zeker, alleen uh, de afgelopen weken, maanden ligt Disneyland Parijs ontzettend onder vuur in Frankrijk. Dus deze hele. ...drone show. Hoe mooi die ook is... ...ik vind het gewoon meer een soort politieke... ...zet dan dat het echt... Uh, ...ja, natuurlijk is het ook een mooi show voor de gasten... ...maar het is ook wel zo'n... ...patriotisch, zo'n nationalistisch... ...vertoon. Het is gewoon een soort manier... Om, uh, ...om zich een beetje in te likken... ...bij die boze Franse mensen. Ik, ik heb het idee dat mensen dat niet echt zien of zo... ...maar het is natuurlijk gewoon één grote politieke... ...zet van Disney om zichzelf... ...binnen Frankrijk weer een beetje mooi neer te zetten... ...en te zeggen van, oh, wij zijn wel echt... Uh, ...een onderdeel van de Franse cultuur... Uh, ja, ik denk dat de hardcore Fransman dat niet vindt. Uh, dat zien we al sinds de opening, hè, toen uh, Disneyland een, uh, een, een, een cultureel Tsjernobyl werd genoemd. Uh, en dat is nog steeds het imago waar ze tegen moeten vechten. En deze show is daar gewoon een onderdeel van. Uh, maar goed, neemt niet weg dat het een mooie show was. Maar wel een beetje doorzichtig. Uh, nou, is het waar wat je zegt? Want uh, doet Disney ja. niet ieder jaar op 14... Oké, oké. maar doet Disney niet ieder jaar op 14 juli iets en uh, groot. dit is je ja, gaat me niet vertellen dat het nu toevallig in het grootste record drone show ever ooit is. Uh, mm -hmm. nee, dat ga, dat ga ik dat ga ik echt niet over. Okay. dit is gewoon één grote politieke inlikactie. ik zei het al, dit is alleen maar om 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 een ja, beetje. krijg krijgt er een nare bijsmaak van. Echt, dit is nou, ik weet niet of dat ook een naam heeft naast greenwashing. nou, dit is gewoon uh, uh, bleu blanc rouge washing. Uh. maar ja. <laughs> Uh, overigens, uh, over de staking in de Islandprijs, die gaan dus deze zomer niet door. Er is ook bekend geworden dat uh, de vakbonden hebben gezegd: Nou ja, we zijn nog steeds boos. Uh, ja. We willen nog steeds dat de, de, de lonen omhoog gaan. Maar in juli en augustus, de drukste maanden, um, wordt er niet gestaakt in de Islandprijs. Ja, want er is nogal veel uh, sociale onrust in Frankrijk. Hè. Goh, vooral als ik ja, maar in niet. Er is nogal wat gebeurd. Um, ja. Maar goed, de, dit zag er mooi uit. Um, ik ben benieuwd. Ik hoop uit. dat Disney dit in ieder geval wel eens heeft gezien. Ook in Amerika. En heeft gedacht, hmm, drones, moeten we daar ook niet wat mee? Want het is toch gek dat in Walt Disney World... Waar overigens het opvalt dat de bezoekersaantallen echt fors achterblijven nu. Ja, wachttijden min 40 procent, volgens sommige ja. analisten. Dat gaat daar niet goed. Dat ze misschien daar denken, nou, misschien moeten we daar ook iets met drones gaan doen. Um, ja. Iger heeft gezegd over de tegenvallende bezoekersaantallen in Orlando... Dus Walt Disney World, dat dat, en dat is een beetje een gek verhaal: dat dat komt door de humidity. Oftewel de vochtigheid. Het is te warm in Florida. Uh, ja, het, het is, het het is nooit het is... warm, hè? Florida. Het is daar nooit te heet of zo. Nee, het is te warm en het en, en, is een beetje heet, gek. Want Disney nee. heeft altijd gezegd dat de bezoekers van Walt Disney World ver buiten uh, Florida vandaan komen. Hè. Dat zijn mensen uit New York, zijn mensen uit de Carolinas, zijn mensen uit weet ik van waar in Amerika die daar vandaan vliegen. Om daar uh, dat, die parken te bezoeken. Dat is ja. natuurlijk een beetje een gek verhaal, want dan heb je gewoon gereserveerd. Dan, dan, dan geloof ik niet dat je dan zegt: Nou, ik vind het nou heel warm, laten we vandaag niet gaan. Dat geloof ik niet. Ja. Toch? Nee, dat geloof ik ook niet. Dit is gewoon een beetje. Een, een slapere Ja. ja. Uh, maar Disney zit daar wel mee in de maag. Dus ik vermoed dat we ja. iets moeten gaan zien in Orlando. Misschien wel een enorme aankondiging die onverwacht ineens komt. Want ze zitten daar behoorlijk in de rat. Ja, Universal Epic Universe gaat natuurlijk open. Precies, en ik kan me zo voorstellen dat ze daar. Nou ja, dat zal dan misschien als dat open gaat, als er al heel veel mensen naar Orlando gaan voor Epic Universe, zal dat misschien ook wel voor Disney weer iets betekenen. Maar ik zag dan ja, ja. van de week dat dan de cast member preview was aangekondigd voor dat uh, Moana's World of Water, of hoe het ook precies heet. Maar ja, dat is gewoon eigenlijk een hele grote fontein. Een waterspeeltuin. In het in waterspeeltuin in, in Epcot. Dan denk ik, ja, dat is echt toch geen serieuze attractie, weet je wel? Dit, is dit nou nee. echt wat het grote. Disney in de waagschaal legt voor deze strijd. Ik, ik, nou, dat... toch hebben ze Tron en Guardians geopend. Enorm met een twee grote achtbanen. Eentje in Epcot, eentje in uh, Magic Kingdom. D dat ja. zou toch wat moeten doen, zou je zeggen? Ja, ik, en Guardians. Ik heb het gezegd, een van de beste achtbanen waar ik ooit in ben geweest. Dus, ja. Ja, uh, maar um, overigens is, is dat zo'n 4D coaster, dan van Vekoma. Zo'n eentje van Intermin staat er dus in uh, PortAventura. Ja. Om Met het bruggetje te maken. Het park waar ik dus mm. niet ben geweest, maar andere mensen in mijn naam. Wat de reserveringen uh -huh. wel was, die ook die manueleren zijn wel geweest... ...die ja. vonden die Uncharted toch een beetje tegenvallen, zeiden ze. Oh. Dat een intermine uh, die ongeveer dat soort bewegingen maakt... ...zoals die Guardians, maar dan veel korter en kleiner. Maar uh, vonden ze toch uh, matig. De verhaallijn was niet te begrijpen, zeiden ze, want het was allemaal in Spaans. Um, mm. Mm. Ja. Uh, overigens waren ze wel te spreken, maar ik, ik ga zelf dus ergens dit jaar... ...op begin volgend jaar zelden maar een keer die kant op, om het in te halen. Uh, maar dat is Sam, uh, Samson, de Seasonsstraat bedoel ik... <laughs> Attractie dat die viel wel enorm in de smaak, dat ja, je die, shooter, moet schieten. ja die shooter ja, die ja. shooter ja, dus die die schijnt wel heel leuk te zijn. Nou ja, oh, een Samsung shooter lijkt me ook leuk, gewoon een Studio 100 Dark Ride, wat, ja, ja, maar die dan wel heel tijd ook, ook tegen je praat. Wow, wat is dit goed, hè? Ja. Oh, weer mis, ja, <laughs> uh, over, over Plopsa gesproken. Uh, er is een nieuw Boomba-gebied geopend, maar hoe en wat en waarom dat we Boomba -gebied. ja, niet. weet het ja, dat is een de oogstjes, denk ik, hè, voor hele kleine kindjes. Ja. Dus ik ga een keertje met Erik naartoe en dan zal ik verslag uitbrengen. Uh, maar het, het viel dus tegen, de Uncharted. Uh, ja, maar antwoord, ik, ik, best ik, lang ik over heb gehad ik ik van keer. horen zeggen, want ik ben er zelf niet geweest, maar men was daar niet heel... Uh, het zag er wel mooi uit en het was ook niet, niet, niet stom, maar het was ook niet dat je zegt, goh, hier moet je een keer geweest zijn. Het was de anderhalf oh. uur wachttijd. Uh, hebben zij niet hoeven doen, want ze zijn via de single rider gegaan, waren ze meteen aan de beurt. Gek genoeg. Oh, slim. Maar, uh, oh, dat is wel goed om te weten, dat hij een single rider line heeft. Ja, ik weet niet of die, die iedere dag is, maar die was er toen in ieder geval wel. Mm. Maar uh, was niet de moeite waard geweest, zeiden zij. Oh. Maar dan zijn er geen pretpark fans, hè? Nee, dat is waar. Die kunnen dat soort details. die kijken ook niet van. Oh, dit zijn echt de mooie bladeren die tegen de muur zitten. Oh, ze hebben de mooie lijsten af, mooi afgewerkt. Oh, die ja. verlichting klopt hoor. De muziek is helemaal goed. Weet je wie wel een, 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 een doorgewinterd pretparkfan is? Ook wel pretpark-expert genoemd wordt? Nou, Danny van der Wiel. Ja, inderdaad. En ik las bij de collega's van Loopings, mijn minst favoriete pretpark-website. Maar af en toe <laughs> kijk ik er toch even op. Toch even met pijn uh, in het hart. Dat deze Danny van der Wiel, bekend van Theme Park Science, heeft ook een podcast. Hallo, lieve ja. um, die verleefderaars. Die gaat nu werken in de pretparkwereld. Dus hij was pretpark-fan. Hij is toen een YouTube-kanaal begonnen, podcast. Over pretparken, over de techniek in pretparken en zo. Dat best goed ook. Deed hij dat vond ik altijd. Ik was nog een beetje jaloers op die filmpjes die hij maakte. Dacht ik, waarom doen wij dat niet? Maar en nu gaat hij aan de slag in de pretparkwereld. Want hij wordt marketingmanager bij Aventurenpark Hellendoorn. Ja, ja, klopt. Ik heb hem erover gebeld. En. Uh, Congratulaties. En nee, hij gaat uh, aan de slag als, uh, als, uh, als marketingmanager bij, bij Hellendoorn. Uh, hij gaat daar uh, twee uur heen rijden. Want het is, uh, hij wordt zelf Rotterdam. Hij was nog altijd gaat... van de Drotto's Philharmonisch Orkest. Ja. Meen ik mij te herinneren. Ja. ja Daar staat uh, hij dan ook meer. mee of niet? Ja, een nieuwe stap. Dus Dit is echt een fulltime baan. Wordt <kuggen> om... Ja, hij gaat het orkest verlaten. En dan gaat okay. hij aan de slag bij uh, Hellendoren. Ja, weet je, het is wel leuk denk ik om, om uh, vanuit je liefhebberij. om dan in één keer een uh, hoge taak te krijgen als manager binnen een pretpark. En ja. uh, als je eenmaal in de branche zit, hè, want Hellendoren is van de Looping Group. Uh, als je eenmaal in de branche zit, ja, dan is het toch makkelijker, denk ik, om, uh, om, om echt wat stappen te kunnen zetten. En wellicht in de toekomst nog verder door te groeien naar weer andere partijen. En ik denk dat dat, dat als je het echt leuk vindt... Dan, uh... Yeah, yeah. Why not? That's why, uh, Mister Eiger, If you are listening to this podcast, uh, yes. my name is Thomas van Groningen. I am a Dutch theme park enthusiast. Uh, I now work as a journalist uh, for the yeah, television. for uh, on one talk about politics, politics, just like you once were a journalist on television about the weather. Um, so we we almost have the same career path. Um, so, please, please give me a call. I would love to be your successor uh, as a CEO of the Walt Disney Company. I think I would do an amazing job. Yeah. Um, the first thing I would do is hire Maurice de Zele as the acting CEO of Euro Disney, our European yeah. activities near Paris. Um, and he would do a, a lot of uh, things. Uh, Maurice, maybe you can join the call. Uh, Maurice, what would yeah, you hello. do with Euro Disney? I would fire everyone. En <laughs> I would uh, lower the prices. No, I wouldn't lower the prices. No, no, no. no we would raise the prices. We would the raise would the, the Nou dan, uh, gaat hij jou gelijk aannemen, denk ik. Hoewel ze dat natuurlijk al hebben gedaan. Oh, heb je de, de backlash? Te, oh, geweldig. Ja, Iedereen nou, nou, is boos op Disneyland Disney heeft nieuwe abonnementen <laughs> voor Disneyland Parijs. Uh, ja. Die gaan ook anders heten. De Infinity is weg. Ja. Je had altijd Discovery, Magic Flex, Magic Plus en ja. de Infinity. Ja. En dat wordt nu dus uh, de Disneyland-pas. En dan heb je de brons, zilver en gold. Ja, leuk. En, en voor jouw beeld: vroeger spelen. was de goedkoopste pas de Discovery, die was 229 euro. Uh, nu is de goedkoopste ja. de brons, die is 289 euro. Maar daar kan je dan wel ook echt veel minder mee dan wat je kon met die Discovery-pas. Ja. Wat vind jij hiervan? Nou, het zal je misschien verbazen, Thomas. Uh, oh god, maar... waar komt het. Jij vindt dit een goede stap. Ik vind het dus heerlijk. Ik vind het een fantastische volgende stap in de <laughs> eeuwig durende die Disneyland Parijs heet. Het is gewoon zo'n... Oh, ik heb je gemist deze vakantie. Wat is dit nou weer? Altijd maar. Ze maken het duurder en je krijgt er minder voor en schandalig. En dan nu doen ze weer zoiets. En is het... Ja, weet je, ik noem het al jarenlang in deze podcast het Middelfinger Resort. En dat is maar weer eens een bevestiging van dat het gewoon totaal. Disneyland Parijs maakt het niet uit wat ze doen. Mensen blijven het toch bezoeken. Het is, ik weet, je hebt het, 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 het psychologische verschijnsel... het Stockholm-syndroom. Dat zijn eigenlijk slachtoffers van gijzelingen... of, of anderen die op een gegeven moment sympathie krijgen... met de misdadiger. En eigenlijk <laughs> is het bij Disneyland Prijs niet anders. Want wij zijn allemaal zo'n fan... van het merk Disney. Van de attracties, van de sfeer die daar hangt. Is het het, het fantastisch. Met de muziek, de, de, de parades. Het is allemaal zo'n heerlijke sfeer die wordt neergezet. Ook op de social media, in de reclames. Wij zijn sinds onze geboorte eigenlijk allemaal al... Uh, worden wij gevoerd met dat idee van Disney is een fantastisch bedrijf. En Disneyland Parijs is gewoon de enige plek in Europa. waarbij die magie echt tot leven komt. En het maakt dan niet uit dat het in Frankrijk ligt. En het maakt niet uit dat ze niks bijbouwen. Het maakt niet uit dat het onderhoud waardeloos is. Het maakt niet uit dat het personeel onvriendelijk is. Het maakt niet uit dat de horeca slecht is, of duur, of dicht. Het maakt niet uit dat ze shows van 10 jaar, 15 jaar oud recyclen en aankondigen als nieuw. Het maakt niet uit dat ze oude achtbanen, dat ze daar een ledscherm op hangen en presenteren als nieuw. Het maakt niet uit dat attracties er slecht bij liggen. Het maakt niet uit dat... Het maakt gewoon allemaal niet uit. Wij gaan... We blijven toch allemaal gaan. En deze... Volgende stap, deze verhoging naar 699 euro Het per jaar. Het duurste abonnement, dat was dus eerst de Infinity. Die was 499 euro. Die wordt echt fors duurder. Dat wordt nu de Disneyland Pass Gold. 699 euro. Waarbij dus echt op te merken valt dat bijna alle perks, alle voordeeltjes die je had bij de Infinity... Allemaal weg. Die zijn echt bijna allemaal weg. Bijvoorbeeld de Infinity Parking had je. Kon je helemaal vooraan parkeren. Maar uh, ja, is gewoon weg. Uh, je had voor de Infinity had je een apart vak om de avondshow en de parade te bekijken. Weg. Weg. Uh, <laughs> uh, nou, nog talloze andere voordelen zijn geschrapt. Terwijl de pas wel 200 euro duurder wordt. Ja. Hotel, uh, overnachtingen, korting. Weg. Weg. Ja. Oh, de aparte ingang. Dat vind ik ook zo apart. Ja. Je had nu weg. heel lang had je helemaal links had je, uh, nee. had je een aparte ingang bij weg. het Disneyland Hotel. <laughs> ja, Het ja. was heel fijn. Dan ben ik met jou nog wel eens naar binnen gegaan, geloof ik. Ja. Oh, en die vriendentickets, weet je nog Thomas, dat je mensen goedkoper kon meenemen? Allemaal weg. Het is hey, allemaal en, weg. En, en, en dat, is... je zo, uh, dat je dan het park eerder in mag, met de extra nee. magic time. Alleen als je de allerduurste hebt. Geweldig. Het is zo'n fantastisch bedrijf. <laughs> mensen blijven er toch kopen. We zitten allemaal thuis met onze Mickey Mouse beeldjes, met onze Stitch oren, met onze Minnie Mouse pannenlap, met onze Donald Duck kalender. We zijn allemaal Disney fan en dat ja. weten ze en dat is zo prachtig aan dit bedrijf. Ze, ze kunnen het nog zo gek niet bedenken. Op de hoofdkantoren staan ze waarschijnlijk weer te dansen met hoe kunnen we het nou <laughs> nog bizarder doortrekken? Gaan ze ons nou echt niet? Wanneer vliegen ze ons nou een keertje naar haren? Nou, het lijkt nu een heel klein beetje op social media. Er lijkt een heel klein beetje een, 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 een kentering gaande te zijn. Dat mensen nu zeggen: Nou, nu is het echt genoeg. Nu, is, nu kan het echt niet meer. Maar het, het, dan nog: Het, ja, het, het is wel fantastisch dat je zo'n bedrijf hebt dat keer op keer steken laat vallen. Keer op keer mensen teleurstelt. Maar ja, het is en blijft Disney. We blijven gaan. En dat zien ze zelf ook. En het is waarschijnlijk gewoon veel te druk. Het is veel te druk met abonnementhouders. Ze zeiden het in Amerika al: Ook al is Amerika nu de baas van Disneyland Prijs. Die Franse slag blijft toch erin zitten. Maar ze zijn in Amerika al. Een, een favorable mix of attendance. En daarin zijn abonnementhouders gewoon niet welkom. En hoe doe je dat? Ja. Hoe ga je die ja. abonnementhouders wegjagen? Ja. Door de prijzen exorbitant te verhogen. Dat doen ze nu. En uh, nou ja, we zullen zien of het werkt. Ik denk het niet. Ik denk dat mensen alsnog massaal blijven komen. Ja, hij is ook echt volledig digitaal. Hè? Je kan nog wel een pas. Uh, ophalen in het park. Volgens mij moet je ervoor betalen, maar dat is niet helemaal duidelijk. Maar in principe... <laughs> ja, natuurlijk moet je ervoor betalen, Thomas. <laughs> Hallo. Wat denk je dat Sebastian daar voor niks staat? <laughs> nou, die bestaat er trouwens wel voor niks. En ja, ik geef ze ergens nog wel gelijk ook. Waarom zou je het niet doen? Het, het maakt niet uit. Het maakt niet uit. En ik zeg het zelf. Ik, ben, ik, weet, het, ik, ik blijf zelf wel komen. Ik denk dat ik. Ik ga echt niet nog tien jaar wachten. om daar weer een keer naartoe te gaan hoor. Het, ze hebben mij ook in een houtgreep. Ik snap die mensen die dadelijk in de rij staan. voor de soirée-exclusief. Ik snap de mensen die online een abonnement aanschaffen. Ik snap die heel goed. Want ik ben zelf ook zo. En jij, volgens mij ook, Thomas. We zijn allemaal een beetje. diep in ons hart houden we heel erg van Disney. En ja, natuurlijk kun je naar Japan. En ja, natuurlijk kun je naar Amerika. Maar. Disneyland Parijs ligt op vier uurtjes rijden. Dat is de plek waar wij Europeanen naartoe moeten... om de Disney Magie als enige plek tot leven te zien komen. En hoe, hoe prachtige Fantasieland attracties er ook worden gebouwd... hoeveel Europa-Park ook investeert in nieuwe attracties... in nieuwe achtbaan, in nieuwe themagebieden... hoe mooi het Efteling Grand Hotel ook wordt... we blijven allemaal diep in ons hart... toch een keer terug willen naar Disneyland Parijs... hoe slecht en hoe onvriendelijk het ook is. Er komt wel een speciale locatie in het Disneyland park. Ik weet niet precies waar dat dan is. Um, exclusieve meet and greets. Ja, ze hebben waarschijnlijk gewoon een of andere oude deur open getrokken... waar dan Mickey Mouse staat. Ze zetten de lamp erop. En dan kun je die foto waarschijnlijk weer kopen voor een uh, gering bedrag. Ja, dit is toch fantastisch. En uh, vier feesten. Vier speciale abonnementhoudersfeesten. Dat dan weer wel. Ja, dan volgens mij gewoon nog een kaartje voor moet Kopen trouwens, denk ik. Ja, Thomas, straks gaan de tickets open voor de soirée. Magique exclusieve. En dan er ligt die website weer uit, want uh, dan zijn ze weer allemaal aan het inschrijven. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik, ik, deze mensen, het zijn, ja. het zijn slachtoffers. Um, heb jij al wat oh. gehoord over Together? Uh, om even het positief af te sluiten over Disneyland Parijs. Uh, a Pixar <laughs> Musical Adventure. Uh, dat is een nieuwe show uh, die te zien is in, uh, in het Walt Disney Studios Park. Heb je, die, ja. heb je daar iets van meegekregen? Louter positieve verhalen. Dus ja, toch? ik ben daar toch ook benieuwd naar. Dus hè, waarschijnlijk ben ik daar gewoon over een paar maanden. En dit is het Loop oude theater neer. van cinematografie, toch? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het dat... is gewoon een soort verslaving. Ze weten gewoon dat je niet zonder kan. Natuurlijk zijn er vriendelijke medewerkers bij. Natuurlijk zijn er genoeg mensen binnen de disneyland Parijs organisatie die wel kwaliteit willen neerzetten, maar die gaan gewoon gebukt onder het waardeloze regime... dat daar over de hele linie daar gewoon... nog steeds tot op de dag van vandaag voorop staat. En dat is zo vreselijk jammer. En dat maakt Disneyland Parijs... De schandvlek van de Disneyparkenfamilie. Uh, wat uh, Even één ding. Uh, wat, wat, wat dus uh, uh, opmerkelijk is... dat is dus ook de verhuur van uh, strollers en wheelchairs. Dus dat soort dingen en zo. Um, dat, daar zat altijd een korting op. Ik begrijp dat heel veel mensen met... met uh, weg! Met, uh, ja, die dat nodig hebben, daar nu al van balen. Want dat, dat gaat ze dus wel echt zijn geld kosten. Gratis kluisjes, één. allemaal weg. Er is wel een ander voordeel. Ik wil toch nog even terugkomen op die abonnementen. Uh, bij het huidige systeem... Bij de huidige passen bij die uh, Magic Flex, Magic Plus en dat soort dingen, dan moet je een dag reserveren. Uh, ja. Dat reserveringssysteem zegt heel vaak: uh, Sorry, die dag kan je niet komen, want vol, maar dat betekent dan vol voor abonnementenhouders, omdat Disneyland Parijs heeft een aantal mensen, een aantal uh, personen dat ze via normale tickets binnen willen laten, en een aantal personen dat ze willen binnenlaten via abonnementen, om wat een beetje. In, 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 in gelijk te houden. Bij het nieuwe systeem, bij de nieuwe abonnementen, is het één reserveringssysteem. Dat betekent dat als jij uh, met je abonnement wil reserveren, dat jij alleen maar krijgt te zien dat het vol is. Dus dat je niet meer kan reserveren. Als dat ook zo is voor mensen die gewoon een normaal ticket hebben gekocht. Ja. Kortom. Dat is één groep. Dus we gaan niet meer zeggen van nou, we willen maximaal zoveel houders per dag binnenlaten. Nee, um, dat, dat, iedereen gaat op de grote hoop. Dat is op zich ja. wel een voordelige dat is, verandering. Dat is want dan inderdaad kan je dus wel vaker opvallend. naar binnen waarschijnlijk. Dat is wel echt één middelvinger die wordt teruggedraaid. Dat vind ik wel echt bijzonder. Dat, wordt, dat is een middelvinger die langzaam naar een duimpje gaat, toch? Ja, ja, ja precies. Precies, precies. Ja, ja. Dus er zitten uh, ook voordelen aan. Het is niet alleen ja, maar een kwel. Nee, het is fantastisch. Het is gewoon een heel goed park. Eigenlijk wel, ja. Ik, dit, je kunt dan met z'n allen kun je lekker kijken naar de nieuwe schermen in de Nautilus. Nee. Ja. Uh, de afgelopen weken uh, was ik er niet. Jij wel. Uh, jij bent in Toverland geweest in het nieuwe themagebied ja. Avalon. Uh, ik stel voor dat we daar later. In een latere aflevering misschien nog iets uitgebreider op ingaan, omdat ik er dan zelf ook ben geweest. Maar ik wil ja. toch even horen jouw verslag van die openingsavond, want ik was er ook voor uitgenodigd, ik kon niet. Maar je, je bent daar geweest, het was, het was een VIP-avond. Voelde je je ook echt als een, als een VIP, een very important person? Nou, ja, ik ja. kan je vertellen Thomas, ik liep tussen de directie van de Efteling en uh, bijzondere politici. Uh, ik zag bijvoorbeeld, en daar vond ik het jammer dat jij er niet bij was, Frans Timmermans. Ja, dat is natuurlijk Wie een, 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 een invloedrijke Limburger is dat. Le leg eens uit, wat, wat, waarom zou hij daar zijn? Wat is dat? Ja, ik denk dat hij toch in, in het Limburgse netwerk, dat hij daar toch in zit. Dus als je een bekende Limburgse ondernemer als meneer Gelissen is, de eigenaar van Toverland, die zal hem ongetwijfeld uitgenodigd hebben. En dan is als die kan, Frans Timmans, lijkt mij wel wel iemand die dan komt. Um, ja, maar kun je eens even vertellen wat hij op Europees niveau betekent? Want in de EU is hij toch uh, de runner-up, of niet? Hij is eurocommissaris. Hij is uh, belangrijk. Hij is uh, de klimaatplannen ja. van, van Frans Timmans. zijn heel invloedrijk. Maar het, het, het interessante aan Frans Timmans nu is... is dat Rutte heeft aangegeven dat hij vertrekt in Nederland. En dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks... misschien samen één lijst willen vormen... voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat moeten de leden over bepalen. Maar dat lijkt wel te gaan gebeuren. En een hardnekkig gerucht, wat ik toch ook van betrouwbare bronnen heb gehoord... is dat deze meneer Frans Timmermans dan de premierskandidaat zou zijn. Dus hij komt dan niet op de lijst. Uh, dat zal waarschijnlijk Jesse Klaver of zo worden... die dan die lijst gaat aanvoeren, of, of Atje Kuiken, of weet ik van wie. Maar ze uh -huh. zullen ze zeggen, als wij de grootste partij worden... dan schuiven wij Frans Timmermans naar voren... als de volgende premier van Nederland. En die heb jij dan gewoon gezien in Overland. Ongelooflijk, ja, ja, Takke, nou ja, ik, ik heb uh, nog meer hoogwaardigheid bekleders zien, ook in onze liefhebberijen, Thomas. Hoewel politiek, natuurlijk, ook een van jouw hobby's is. I know, um, maar zo zagen wij bijvoorbeeld ook Koen Bettens uh, als oud-directeur van de Efteling, maar nu ja. ook uh, zelf adviseur, actief toch? adviseur inderdaad binnen de recreatiebranche op operationeel vlak of op, uh, op gastvrijheidsvlak. Hij heeft ook een boek geschreven. Het heet Klanthousiast inspireren en motiveren. Ja, ja. Ah. Goed, hè? Wat vind jij van zo'n naam? <laughs> De, uh, fantastisch, alleen ik ben dus geen fan van het woord klant. <laughs> nee, want een hoer heeft klanten. Kreeg ik ja, en Disneyland Parijs. Dan. Ja. <laughs> en alle ja. andere horeca- en vrije tijdsbesteding hebben gasten. Precies. Ja. Um, okay. Maar. Gast uh, is ook uh, minder lekker, natuurlijk. <laughs> nou, doe dan Anto Gast. Oké, maar goed. Die was er, nou, dat boek heeft hij geschreven samen met een man die heet Feiken En dat is dan weer iemand die ook in, die, in diezelfde branche zit. Maar goed, ik dacht ik ga hem even daarover vragen. Maar ik ga hem vooral even vragen van... Goh, wat vind jij nu van Toverland? En wat vind je van de, de koers die ze aan het kiezen zijn? Dan gaan we even naar luisteren. Koen Bettens. En hoe loop jij hier rond? Hoe, wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi. Met trots gevoel. Als ik kijk hier naar de attractie hebben ze toch wel weer... Heel mooi dat ze zomaar in dit gebied gewoon extra capaciteit hebben gecreëerd. En volgens mij heel slim, waardoor ze eigenlijk de lengte of stay in zo'n verblijfsgebied eh, hebben we verhoogd. Zeg maar. ja, ik vind het voor Teamt ook wel leuk om een beetje mensen te spreken die eh, net als onze luisteraars... ...net wat dieper in de branche zitten, grote interesse hebben. Waarom zou je nou als, als attractiepark hierop focussen in plaats van één mega attractie? Wat is hier nou slim of misschien wat minder slim aan? Zou jij dit een park adviseren om te doen? Nou ja, als je kijkt, waar ik, waar ik me wel zorgen maak als je kijk naar Disney bijvoorbeeld... ...dat ze meer dan een miljard uitgeven aan één attractie. En dan zie je twee prijzen omhoog gaan, dan denk ik, uh, is wel een issue. Dus dan denk ik, wat ze hier doen, praat prijs, kwaliteit, ook een capaciteit, ik denk dat ze dat heel slim gedaan hebben. Met thematisering ja, ben ik al onder de indruk. En uh, door meer capaciteit te creëren, ga je wachtrijen belagen, hebben mensen meer waarde voor hun geld, besteden ze meer in de horeca. Dus ik snap het wel, ja. Ik denk dat deze attractiecapaciteit uh, heel slim is geweest, omdat ze aan het groeien zijn. Hè. Ze hebben vorig jaar natuurlijk meer dan een miljoen gasten gehad. En als je daardoor uh, de wachtrijen kunt verkleinen, is het gewoon een hele slimme set. Toevoegen met vier kleinere attracties doet mij een klein beetje denken aan Toy Story Playland in de Waldische studio's, waar we zelfs een soort gelijk attractie vinden als waar we nu bij staan: Dragon Watch. Ik weet, ik weet niet of dat het succes is geworden wat Disney ervan had verwacht. Denk je dat dit gebied dat wel gaat worden wat Tomerland ervan verwacht? Hele goede vraag. Wat ik uh, toen ik Disney was, toen ik het hoorde en ik heb de capaciteit na nou, zitten meten, is mijn uh, hobby. En dan hebben ze een uh, mooie ja, RC-racer uh, en dan kunnen we er 500 per uur in. Terwijl je 15 miljoen gasten per jaar hebt. Dan denk ik, ja. Weet je, ik denk bij Disney daar de, de misser is geweest. En wat ik wel, ik vind het fantastisch spark daar niet van. Maar wat ze daar hebben gedaan met die uitmuntend studio is dat ze eigenlijk meer capaciteit moeten creëren voor, voor een dergelijke attractie. Dat zag je natuurlijk bij Cruise Coaster, uh, En nu inmiddels hebben ze natuurlijk hè, Frozen komt eraan. Uh, ze gaan echt wel meer. Maar dat denk ik, waardoor je enorme wachtrijen krijgt, net als Toy Story, Toy Story Soldiers. Dan denk ik, ja, daar had je over na moeten denken. Had je er misschien nog twee neer moeten zetten. Ja, jouw, jouw operationele hart, Hoe gaat dat kloppen als je dit ziet? Ben je al in een attractie geweest of nog niet? Ja, ik ben al in een attractie geweest en dan uh, uiteindelijk uh, klopt altijd mijn operationele hart. En dan uh, zie je mensen, ik, het mooiste vind ik altijd als je bij een attractie komt en de eerste keer dat er uh, gasten ingaan die er nog nooit in zijn geweest. Ik zie hier single rider lines, ik zie grouping plekken, ik zie voorshows waarin de placering wordt uitgelegd. Dat vind ik allemaal wel tof. Weet je wat we bij de Efteling ook kennen met de baron die de mensen neerzet of wat we in Disney kennen met Tower of Terror. Dat is hier nu ook gewoon. Dat is het. Gaan we dat meer zien overal? Ja, ik verwacht van wel. Wij hebben het ook wel weer geleerd natuurlijk, van uh, ik kijk naar de grote, naar Disney, Europa Park, die daar heel goed in zijn en uh, zij nemen dat eigenlijk fantastisch over en uh, dat zie je dan mooi hè. Weet je, er staat Single Riders 2, 3 plus, dus zij denken erover na hè? ze maken met de pre-show waar ze goed uitleggen hoe de beugels werken, ja daar kijk ik natuurlijk naar met mijn oog voor detail en uh, dan word ik daar wel gelukkig van En je ook naar gasttevredenheid? Uh, ja zeker. Want daar heb jij een boek over geschreven. Mooie bruggetjes hè. Mooie. Ja, vind ik altijd nog steeds mooi en uh, dat zit natuurlijk in mijn DNA. En dat help ik in de les, maar ook in gastvrijheid. En uh, natuurlijk mijn boek wat ik nu pas heb uh, gepresenteerd mag natuurlijk niet te commercieel zijn. Hoe, hoe heet het boek? Hoe, ik ben. Hoe heet het boek? Klanthousiast, inspireren en motiveren. Hoe lang heb je over klanthousiast nagedacht? Uh, niet zo lang, want dat doet uh, Fijke. En uh, je co writer. Een en 1, 1 is drie. En hij heeft al vijf boeken geschreven. Daar heb ik ja. veel van geleerd. En uh, ja, het leuke is, daar heb ik eigenlijk mijn ervaring vanuit de Effeling, mijn mooie kennis. Niet de achterkant, want ik vind de Efteling moet magisch blijven. Maar vanuit de voorkant wat ik als leider geleerd heb. En ook gewoon heel eerlijk welke fouten ik gemaakt heb. Die heb ik er gewoon ook okay in gezet. En uh, ja, het is een beetje een levensverhaal, maar een heel persoonlijk verhaal geworden. Uh, ja, daar ben ik wel gelukkig voor. Ja. Ik ga het zeker lezen. Dankjewel Koen voor je uh, openhartigheid en heel veel plezier vanavond in de nieuwe uitbreiding van het Overland. En jij bedankt en heel veel succes met jouw podcast. Dat is toch leuk om een beetje zijn, uh, zijn mening daarover te horen. En uh, 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 eigenlijk was heel de avond zo. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik heb heel veel mensen gesproken uit de, uh, de recreatiebranche. Uh, ik heb ook nog even aan Fons Jurgens gevraagd: Van, goh, Ga je wel in Pixarus? Want daarin kun je toch ook over de kop? <laughs> nee, zei hij nee. Dat laat ik gewoon lekker over aan, uh, aan, uh, aan die man die naast me staat. Dat was uh, Koen Sanders. De, uh, een andere directeur van nu voor de Efteling. En, uh, en, en misschien, zegt men ook wel, de opvolger van Fons Jurgens. Maar goed, dat even terzijde. Uh, maar het nieuwe gebied, ja, we gaan het er volgende keer langer uh, over hebben. We gaan langer stilstaan. En, uh, ik ben enthousiast. Ik ben clienthousiast, ja. En het was een nodige uitbreiding okay. van Avalon. Uh, ik vond Evelon altijd een prima gebied. Uh, leuke, leuke dark ride en uh, gave achtbaan. Uh, een fantastisch restaurant. Um, maar ik snapte wel, nu, nu het allemaal open is, snap ik wel wat ze voor ogen hadden. Klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar um, je merkt wel dat ze hier inderdaad een stap hebben gezet. Om, om gewoon de eerdere investering van Avalon. Om die nog meer te laten renderen. En om mensen nog langer te laten hangen. En om daar nog meer verblijfstijd uh, te creëren. En dat hebben ze nu echt gedaan met vier nieuwe attracties. Want, en extra want, dingetjes. Maar, maar, maar het zijn wel attracties die. Ja, op Pixar is na. Maar zijn het natuurlijk geen attracties die. Die jij misschien zou doen. Jij hebt een kind natuurlijk, dan is het anders. Maar nou, is, uh, Dragon zie je echt jouw tijd je... in dit themagebied nu oplopen? Ja, Erik maar ook in Dragon Watch. Uh, en Dragon Watch zelf is ook gewoon een leuke attractie. Uh, dan heb je een mooi uitzicht over, de, over het gebied en over het oosten. Dragon zelf. Watch, uh, precies. Dragon Watch is de uitkijktoren. En dat via een uitkijktoren. Uitkijktoren, het is een Het Is, zo het zo is een, een vrije valattractie? Ja, een vrije valattractie is het officieel. En ik, weet ook zeker, ik ken ook zeker wel mensen die er niet in durven, maar het valt echt wel mee hoor. Zo heel erg eng is die het het jij ja, voelt echt wel mee. Ja, je voelt wel even kriebels in je buik, maar het is, het is echt wel een attractie waar je met maar dan een kind. Je mag je baby ontvangt. toch niet in? Nou, als je 80 centimeter bent, dan mag je erin. En, Erik en is 47, jouw baby 80? Centimeter. echt waar? Ja. Oh. ja. En dan heeft hij wel zijn eigen stoeltje? Ja, zeker. Dus onder begeleiding mag hij daar gewoon in. En, uh, Vind nou, je dat ook gaat? leuk? Ja, Erik vindt het allemaal prima. Hij is ook al in Jumping Juna geweest. Dus dat is ook gewoon lekker rond te kijken. Dus hij vindt het allemaal prima, joh. Dat jongen oh. die heeft het allemaal. Uh, dat zit in zijn DNA. Die houdt okay. van de attracties. Okay. Uh, okay. Ik wil eventjes aanstippen, daar ga ik met jou de volgende keer ook over hebben. Hoor. Maar dat de voorshows van Pixarus en de voorshows shows van uh, Dragon Watch. Dat zijn, dat zijn. Ja, het zijn voorshows, Maar er zijn ook. En daar hou ik van. Net zoals bij De Baron of bij Tower of Terror. Je wordt geplaatst, dus je staat op een plek en die moet je onthouden voor als je daarna in de attractie zelf gaat zitten. En dat is heel fijn voor dus je de. staat op een nummer. Ja, voor de operationele kant van de zaak is dat heel fijn. Maar Dragon Watch is dus, dat zijn zes luchtballonnen. Hè. Je kent hem ook uit Walt Disney Studios. In Toverland is hij wel echt heel mooi gedecoreerd. En um, daar heb je dus uh, die zes parachutjes. Die zijn eigenlijk ook al uh, voorzien op de vloer van de voorshow van Dragon Watch met een groot scherm en een doek en er wordt ook geprojecteerd En je ziet ook in die schilderijlijst. Komt mijn lijn tevoorschijn. Goh, je moet daar gaan zitten. Je moet je spullen wegleggen. En uh, voorzien van animaties. Uh, mooi aangepakt. En op het moment dat dan. Dat vind ik heel mooi getimed is dat. Hè? Op het moment dat dan. die... Uh, of bij Pixar is dat hij dan aan het einde zegt van. En nu is het jullie tijd om te vliegen. En dan. Hoe, dan blaast hij zo'n vuurbeestje weg. En die vliegt dan rond in de zaal. En op het moment dat dat dan gebeurt, dan zwelt de muziek aan. En dan is de rit dus klaar. Waardoor je dus kan instappen. Alsof je echt. Uh, nou, het avontuur aangaat, um, ja. er is wat kleine dingetjes toegevoegd, bijvoorbeeld in Merlin's Quest zitten wat draken in het water. Mm -hmm. Klinkt goed hoor. Er zijn ook wat nieuwe speelplaatsen geopend, er is een drummers Little Dragons en een waterspeelplaats, Sparky's Splash Dog, uh, dat heel veel weggeeft van de ballenbaan van Maximus. Wat ook niet gek is, want het is dezelfde bouwer, alleen dan stroomt hier allemaal water doorheen. Er is nog een, een soort uh, een toverdraak, waarbij je als je er geld in gooit, krijg je een, uh, een, een, een ei met, met, met speelgoedjes en dingetjes. Een ei kost 3 euro. De Garden Tour is een rondritje, zoals je dat ook misschien een beetje kent het Europa Park, dat je mee kan lopen als, uh, als ouder. Maar mag er zelf ook in. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ben enthousiast over het nieuwe gebied. Het ziet er best wel nu al maar uit, alsof het, het er al lang ligt. Het oude gebied had het natuurlijk wel, qua, um, qua hoe het bedacht was, eh, een, een bepaald landschap... Een beetje, een beetje Ierse invloeden, denk ik. Hebben. en We hebben het over naar Merlijn, dat, dat, dat landschap zo, een dat, 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 dat Keltische. Dat is er natuurlijk wel uit, want het is nu wel best Nou, dat wel druk valt ineens. wel mee. Uh, ik was vooral bang dat die nieuwe draak en die nieuwe eenhoorn... dat die heel erg een stempel zouden drukken. Maar dat valt ook echt wel mee, want Jumping Juna... dat zit gewoon in een mooi, prachtig houten gebouw. Um, mm -hmm. En daar onder het dak zie je wel die beestjes rondspringen. Maar die blijven echt wel netjes op hun plek... En hetzelfde geldt voor de Garden Tour. Dat is gewoon een mooi gebouwtje. En de, inderdaad, er staat een eenhoorn in het decor. Maar het is niet yeah. dat het hele gebied één groot, happy-clappy uh, McDonald's speelterrein is geworden. Dus echt wel stijlvol en sfeervol. Okay. Um, uh, oh. Ook met. Het is een soort, het is een soort dorpsplein. Het neem een heel klein beetje denk aan Tangled. Ook in de muziek uh, waren er wel keuzes gemaakt alsof het. Nou goed, feest op het dorpsplein eigenlijk. En dat is een beetje de, de sfeer die ze willen uitdragen. Dus dat is. Uh, ja. Ik was er wel uh, enthousiast over. Ik ben uh, zeer positief. Nou, en ook landschappelijk gezien, hebben ze ook heel mooie keuzes gemaakt. Verhogingen, verlagingen, uh, watertjes die in een ja, keer ja. nieuw liggen, uh, heuvels, uh, ook de bomen die in een keer al gewoon daar al heel lang lijken te staan. Gewoon goed gedaan. En oké, okay, dus uh, dat toverland. Ik, ik, ik ga er nog kijken en dan, dan, dan gaan we het er nog wel over hebben. Um, ja, ander gaan zeker nog even, even Jij bent ook naar een, een zomeravond al geweest van de Efteling. Ja. In de Efteling was ik ook al, en daar, uh, jij nog niet? Nee, nee, dat, nee, dat ga ik uh, nog wel nee. doen hoor, want ze zijn ja. iedere avond tot tien uur open. Toverland niet tot negen, ja, uur. elke genoeg, avond hè? tot tien uur van uh, juli en augustus, dus... Misschien uh, dus ga ik er zo nog wel even heen. Oh, nou wie weet. Ja, elke dag tot tien uur open, dus uh, doe het zeker. Uh, ja, de Efteling heeft nieuwigheden. Tussen uh, uh, het Spookslot en de Piranha in had je altijd het Silent Fregat. En dan kon je popcorn halen en, uh, en, en suikerspinnen en dat soort dingen en uh, ja. worstelbroodjes. Die is weg, die is gesloopt. En er staat nu, echt, dat hebben ze heel snel gedaan, heel mooi gedaan, naar de hand van Jeroen Verheyen, de ontwerper, staat nu de Zwarte Kat. Of in de Zwarte Kat er was vroeger een taverne zogenaamd. En dat is nu dus een, een, een kruidnierszaak. Um, waar je uh, salades kunt halen, pokeballs, uh, allemaal gezonde dingetjes. Dus een beetje dat ongezonde assortiment heeft plaatsgemaakt voor nieuwere gezonde dingen. Maar mm -hmm. voor, de, voor de lekkernijen kun je ook nog steeds terecht. Dus je kunt nog steeds voor koffiebroodjes. Um, kaneelbroodjes, maar ook de ketelkoek. Ik heb er al eentje op. Het is een klein cakeje. Ja. Um, met rozijnen erin. En normaal ben ik niet zo'n fan van rozijnen. Maar nu zijn het lekkere, uh, ja, een Sappig. beetje van die... Van die Smeuige, sappige dingen. Lekker, lekker dingen. Nauw warm drie... worden ze verkocht. Ja, 3 euro kosten ze. Wat een prima prijs is. Uh, ik mm. ken wel een park in Parijs dat er uh, zeker <laughs> 7,99 euro voor zou vragen. <laughs> voor de helft ervan. Ja. Um, dus dat heb, je, dat heb je gewoon een prima snackje. Je kunt een flesje drinken kopen, alles en alles, Thomas, met ja. de zelfscan. Ja, het is een soort van winkeltje eigenlijk. Hè? Het is een ja, een bijzondere keuze, maar je ja. hebt dus geen normale kassa's meer. Dat vind ik wel. Maar zijn gemar. er ook geen medewerkers dan? Ja, wel toch? Die wel, ja, die zijn er wel. Alleen het is gewoon een zelfscan paradijs geworden. Dus je kunt gewoon alles zelf pakken, afrekenen. Maar ja, hebben ze dan wegwezen? allemaal nog meer? Gewoon, uh, 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 ik zie ook op de foto bijvoorbeeld ook bussen Pringles, dat soort dingen. Het is gewoon echt een supermarkt. Je hebt de MM's, ja, Snellie Ellis, Drop. Ja. Ja, autodrop zag ik ook staan, inderdaad, voor het bijzonder. Maar uh, je kunt zelf koffie en thee en cappuccino en chocomel uit zo'n uh, automaat tappen. Um, ja, het is gewoon een do-it-yourself-winkel eigenlijk. Ik vind het wel slim, nee. Ik denk wel dat dat, dat, dat uh, heel hard gaat lopen, denk ik. Ja, maar ik ben toch wel benieuwd naar de, de, uh, de ratio tussen uh, gekochte producten en gestolen producten. Want met zo'n zelfscan... Of je het makkelijk jatten? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, je, je, je gooit zo'n doosje autodrop in je tas. Ja, maar er staan toch medewerkers, dat zien, dat doen mensen. Ja, die, die zijn ja, mensen ja, zo ongelooflijk onbeschoft dat ze ja, dat dan jatten. Zeker, mensen zijn zo. Maar kennelijk is het toch uh, niet, uh, je niet jatten. zo erg dat je dat uh, sterk nog, je kunt ook gewoon met spullen bij de, bij de kassa gaan staan en dan doen of je het afrekent. Want ja, het is niet dat ze over je mee staan te kijken of je het wel eerlijk allemaal mm -hmm. intypt en meeneemt. Ze hebben je niet gecontroleerd. Dat zullen ze wel doen, af en toe nee. toch? Maar ik zou de Efteling nooit bestelen. Ik heb sowieso een roodje gehaald bij zo'n zelfscan. Ik ben daar te eerlijk maar voor. Het is niet zoals bij de supermarkt met de zelfscan van de Albert Heijn. dat je een bonnetje krijgt ermee het poortje open. Nee, nee want er is geen poortje. Dus je loopt er zo mm. in en zo uit. Dus het is ja, gewoon. Oké, uh, oké. Okay, okay. Zit er een ja. risicootje in? Oké, okay, oké. Okay. Dan okay. nou, laten we hopen. Zit er risicootje dat in, maar niet dat te veel het zal, mensen uh, dit doen, want ik vind het concept niet zo'n gek idee eigenlijk. Nee, dus als je dit luistert, niet doen. Anders dan gaat de Efteling je me stoppen en dan hebben we allemaal. dat is niet leuk. Uh, dan je op dagen, moeten ze hier wel even opletten, ja. Nou, ja, zeker. Dat is inderdaad wel... Dat ga je wel krijgen, ja. ja. Hm. En dan gaan mensen allemaal zeggen... Oh, wat schandalig dat je het nu allemaal al Ja, dat is wel zo. Dat is gewoon een feit. En de aankleding, want dat is voor ons belangrijk. aankleding is prachtig. Het ziet er hartstikke mooi uit. Het is weer echt nou ja, ouderwets klassieke... hoge Efteling-kwaliteit... Um, het is prachtig afgewerkt. Echte bakstenen, echt hout. Tenminste, zo ziet het eruit. Uh, uh, sound design, uh, mooie muziek. Uh, de muziek is nog niet heel erg op de voorgrond. En uh, het, ik heb de reden dat ze daar nog wel meer mee kunnen doen. Als straks Dans Macabre daadwerkelijk open is. Maar nu mm -hmm. is het gewoon een heel sfeervol. Een uh, ja, beetje treurige muziek. Maar ook wel mooi. Een beetje met, met, met Celeste heet dat. Dat is van die hoge. Tinkeltjes, maar ook met slepende cello's. En gewoon een mooie, magische, maar ook wat treurige, nostalgische, duistere sfeer. Wordt er heel mooi opgeroepen met de muziek. En ook met de verlichting. Donkerblauwe spotjes die overal hangen. Um, en dat, uh, dat trekt zich ook door richting. Ha, <laughs> leuk. Dat trekt zich ook door richting de toiletten. De laatste hoop dat achter het gebouw ligt. Echt een mega gebouw met misschien wel twintig toiletten. Uh, urinoirs rechts, uh, links, uh, gewoon de zeehokjes. Het is een gemengd toilet. Of, zoals je zou kunnen zeggen, een genderneutraal toilet. Mm -hmm. uh, maar dat is voor veel mensen toch nog niet helemaal duidelijk. Want uh, een vriend van mij, die was naar het toilet gegaan in een hokje. En die kwam eruit en er stond er een vrouw die zei: Nou, jij hoort hier niet, hè? Ja. Uh, hoezo? <laughs> ja, dit is de kant van de vrouwen. Uh, uh, hoezo? Kijk maar, daar zijn urinaars. En hier een. Zijn... Ja, ja, maar het is dus niet zo dat een man gelijk staat aan een urinoir. Ja. Zeg maar. dat is. En bovendien, dat waar, is iets je... wat... waar, waar maak je daar dan druk over als vrouw? Ja, dat vraag wie, ik mezelf ook af. Wie denkt deze troelala wel niet dat ze is? Ja. Ja. Mij dat... een verkeerde hebben hoor. Nou, ik zei ook al van nou, als ik daar had gestaan, dan was het feest geworden. Dan had ik gezegd. Wacht eens even. Had ik je in de nek wel gepakt. Nou, ik niet <laughs> gedaan. Maar ik heb gezegd, kijk Kom maar dat even bordje mee naar buiten. Daar. Waar, waar dat staat dat Waar staat man? Waar staat vrouw? Hè? <laughs> ja. Nee, maar die was oh, helemaal overtuigd van haar eigen gelijk. Oh. Dus ik denk dat we dat nog heel vaak gaan zien. Dat mannen denken dat ze naar rechts moeten, en vrouwen denken dat ze, dat ze naar links moeten. Misschien is het ooit wel zo ontworpen, ook, als gewoon links vrouwen, rechts mannen. Ja, uh, ja. En dan hebben ze op een gegeven moment gezegd van nee, hey, we zagen die tussenmuur eruit. Maar ja, hoe dan ook? Lekker belangrijk, uh, heel is... joh. Maar goed, ja, dat was een mevrouw de, die daar de, ging. Daar moet het niet over gaan. Als het maar de, over de laatste Hoor je daar nou gaat, ook nog het... spookachtige? Ja, Je hoort de daar de ook weer die treurige cello-muziek. Uh, maar wel ook heel mooi uh, beetje in zelfs dat stijl. Zoals Moning Morning Myrtle in, uh, in, in, in in nou je hoort geen stemmen geboot. maar je hoort wel uh, af en toe komt daar het oude sounddesign van de oude wachter en van het spookslot terug nee, dus dan hoor je dus echt? in één keer die uh, ja dan hoor je in één keer die bol van de oosterse geest en je hebt oh. een ja dit is ja dit is oh, dat is fantastisch ja 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 je hoort een viool hoor je spelen dat is bij ze echt uh, ik neem aan dat Merkelbach heeft dat weer uh, klasse gedaan dus. En dat plein houdt ineens op met een bouwhek, gok ik zomaar. Ja, het is nu nog een beetje een doodlopend haha, stukje. <laughs> uh, het is dit, ja, wel leuk gedaan dat die schutting die daar om het gebouw heen staat, dat die is zogenaamd gemaakt van thematische planken. Want op sommige schuttingen staat dan uh, Taverne geopend en zo. Alsof, ze, alsof de familie Charlatan een oude taverne heeft gevonden. En vervolgens wat planken heeft gebruikt die ze daar hebben zien liggen om een schutting te bouwen. Ja, ja. En, dus en, het verhaal en, zet, zet zich door. En is iets van de attractie erachter? Ja, je ziet een, uh, een hoge constructie staan. Een hoge constructie? Ja, maar hoe en wat en waarom en hoe het precies zit, dat weet ik ook niet. Dat zijn okay. echt... Uh, nou, die die technische dingen, dat weet ik helemaal niet. Maurice, uh, ik ga het snel met eigen ogen bekijken. Ja. En, uh, zullen ik we het samen nog even... een keer doen ook? Oh, je wil nog iets ja. bij het? Nou, ja, even. Ja, het is, het is, we hebben, ik had het net over treurige muziek en, en treurig en... en, en uh, oh, ja, nee. ja, Ik ja, weet waar of over naartoe wil. Ja. Er is ook een, uh, helaas een muzikale grootheid ons ontvallen. Uh, een held van jou, kunnen we zeggen. Voor veel mensen bekend van zijn werk in de reguliere uh, media en in de reguliere uh, entertainmentbranche. Voor vele tv-series, Bastien Adriaan, Fabrikskrant, De Fabriek. Maar hij heeft ook voor de Efteling veel betekend en met name voor vijf attracties. Ruud Bos, uh, ja, een geweldige componist. Uh, de man die mij de muziekliefhebber heeft gemaakt. Uh, samen met Alan Menken en andere componisten. Uh, hoe hij zijn muziek zo gelaagd heeft geschreven. Hoe hij Villa Volta, Fato Gana van een, een tijdloze soundtrack heeft voorzien. die voor altijd zal voortleven in onze harten en in onze oren. Uh, Ruud Bos is niet meer. Hij is uh, overleden. Uh, de man was al oud. dat we even niet onze ogen daarvoor sluiten. Maar ik had hem nog zeker uh, jaren gerund. En ik had ook het idee dat hij nog steeds gewoon... Ja, nog, nog, goed, nog, nog goed was, om het zo maar te zeggen. Hij is, uh... Ja, het komt altijd onverwachts, hè? Ja, ja hij, is, hij is 87 geworden. En in die uh, jaren heeft hij duizenden muziekstukken geschreven. En uh, hij heeft dus vijf attracties in de Efteling voorzien van muziek. Uh, de eerste was Carnival Festival... Waar hij een melodietje van Toon Hermans heeft omgebouwd tot een fantastisch muziekstuk. dat we nog steeds kennen. Uh, heeft hij uh, gearrangeerd, zoals dat heet. Dus hij heeft dat zeg maar, uitgewerkt met tussenstukken en, en brugjes. En, en, uh, en dat het gewoon een mooie muziekloop werd. Dan heeft hij Fatom Ghana uh, de muziek geschreven. Prachtige muziekstukken, vijf stuks. Uh, onvervangbaar geweldig. Uh, vervolgens is hij doorgegaan met Droomvlucht. Uh, en ook een iconische soundtrack met een wat kleinere bezetting, maar daar heeft hij toch ook weer fantastische uh, uh, dromerige melodieën bedacht. Uh, drie melodieën in totaal, één uh, aparte melodie voor Kastelenrijk. En de Wonderwoud melodie en Zomperwoud zijn dezelfde melodie. Heb je dat wel eens uh, gehoord, Thomas? De melodie die in Zomperwoud draait ja. is eigenlijk dezelfde melodie die ook in Wonderwoud draait, maar dan in een andere uitvoering. Prachtig. En hetzelfde geldt voor uh, Elftuin en Hemelburgten. Eh, daarna heeft hij, en dat is voor mij het hoogtepunt, Villa Volta eh, gecomponeerd. Ja, die melodie is zo ijzersterk. Daar is niks van, daar kun je niks op. Ik kan niet iets bedenken wat dat nog overklast. Zeg maar. Wat daar nog passender had kunnen zijn. En die is voorshow vind ik zo goed Die is geweldige ja. muziek. En eh, zijn oeuvre is afgesloten bij de Efteling met Vogelrok. Geopend ja. in 1998. Hij was zelf geen fan van het feit dat hij in de Achtbaan moest stappen. Heeft hij in een. Eh, Interview met ochtend in Pretparkland gezegd. Beluister dat ook zeker. Um, dat een gerecyclede melodie. Dat wel. Ja, dat, dat is toch wel jammer. Dat is niet zijn hoogtepunt geweest. Die muziek heeft hij inderdaad ooit al eerder gebruikt voor, een, uh, voor, uh, voor op tv. Maar, maar, maar toch ook heeft ook hij dat wel. uiteindelijk samen met de muziek voor de wachtrij toch ook weer neergezet als een, uh, een parel. Ja, nee, maar ja, zeker Villevold, Volta wel absoluut zijn hoogtepunt, ja, denk ik. En de man, hoe oud is die geworden? Ja, 87. 87, nou ja, mooie leeftijd. En ja. hij, uh, we zullen hem nooit vergeten, denk ik. Ik heb hem één keer mogen ontmoeten. was bij de première van de Fatum Garen-documentaire. Was van ik bij? Ja. Ja. Toen was je helemaal, de... helemaal starstruck. Alsof daar je was net, ik echt starstruck. Alsof ja. je net Nicolas Cage had ontmoet of zo. Ja. Oh, ik zou met Nicolas Cage ook prima gewoon lekker kunnen kletsen. Maar Ruud Bos was ik echt van... Ja. Ja. Ik was daarbij, ja. ja. Je werd helemaal, je werd uh, helemaal stil ineens. Ja. Ja. Ik had nooit ja, zo Ik heb zo'n ontzettend ontzag en respect voor die man. En daar ja. zal ik alles zo blijven. Dus uh, uh, Ruud Bos, 87 jaar geworden. Nou, hij zal gemist worden. Ruud Bos, rust in vrede. Hij zal zeker gemist worden. En zijn muziek zal gedraaid worden. Nou, zag ik ergens laatst een Instagram plaatje bij komen van uh, Audio Cult. Ja, dat is de, de huidige. Uh, ja, ik weet uh, wat jij gaat zeggen. Ja. Componist van, uh, van de Efteling. Die was in nee. Villa Volta. Ja, samen met Karel Willemen. Hoe heet hij ook alweer? René Merkelbach. René Merkelbach. Gaan ze iets doen met de audio van Villa Volta? Ja, is het, <laughs> de originele componist is nog niet dood en begraven? of... Uh... Ja. Het, de opvolgers staan al... Nou goed, ze kunnen ook gewoon een ritje ter, ter lering en de Ja, oké. Okay, ja. Laat ze vooral veel inspiratie opdoen. Watch and learn, zomaar maar zeggen. Nou, het werk van René is ook zeker prachtig hoor. Hij heeft fantastische muziekstukken geschreven. Waaronder nu dus ook Voor de Laatste Hoop en De Zwarte Kat. Leuk trouwens. Ik, ik dacht, ik denk dat Ruud, René heeft gewoon een, 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 een... Ik denk dat hij gewoon een database heeft met componisten. Met, met, met dat ook, maar met muzikanten. Want de cello die speelt in De Zwarte Kat klinkt heel erg als de cello die ook speelt in uh, De Zes Zwanen. Dus ik denk dat hij dezelfde cellist heeft uitgenodigd. Dit zijn dingen die alleen jij hoort. En mocht uh, iemand uh, uit die uh. omgeving van René Merkelbach of René Merkelbach zelf dit horen. laat het even weten of dat dezelfde cello is. Ik denk het haast wel dan. En uh, prima natuurlijk, hè? want uh, hoe meer echte instrumenten hoe beter. Dus uh, dat is alleen maar fantastisch. Dus uh, René Merkelbach heeft big shoes to fill. maar hij heeft al regelmatig laten horen dat hij dat. Uh, dat hij dat zeker aan kan. Over grote schoenen te vullen gesproken. Wij hebben vorig jaar, januari, en januari 2022, ja. hebben we een reis gemaakt met Team Talk-luisteraars. Bijna honderd stuks. Uh, zijn wij naar Dubai en Abu Dhabi geweest? De the Team ja. Tour. En uh, nou, dat was een weergeloofs succes. Geweldig uh, was dat. We zijn ja. uh, met z'n allen de snelste achtbaan ter wereld geweest. Ik vond het een beetje eng. Ja. We zijn met z'n allen uh, naar Warner Bros. geweest daar. We zijn met z'n allen naar. Motion Gate geweest, we zijn naar Bollywood Park geweest. Inmiddels bestaat het ja. niet meer. Goed, kortom, we hebben van alles gezien. <laughs> ja, we hebben en de nu Maurice, de... is er sprake van uh, dat, dat een vervolg krijgt, die reis. Ja. En aan jou de eer om hier te onthullen waar we naartoe gaan. Een vervolg van de teamtour, maar niet naar dezelfde plek. Want we gaan deze keer niet naar Dubai. Maar we wilden wel naar een andere plek. Waar pretparken te beleven zijn. Een plek waar je dingen kunt zien die je nog nooit hebt beleefd in je leven. Maar ook een plek die je misschien zelf niet zo heel snel zou boeken. En misschien wel een plek waar mensen dachten van hun leven niet te komen. Maar dat geldt ook allemaal voor Dubai. Er zijn allemaal plekken waar je... Je wilt het toch een keer zien. Je wilt het toch minimaal in je leven één keer zien. En er is één park dat ik hier al jarenlang aan het lauweren ben... als het allerbeste themapark dat ik ooit heb bezocht... Het park waar ik iedereen een bezoek aan gun. En nu met de Team Tour 2024. Najaar 2024. En we komen nog terug op exacte data en prijzen. En dat zijn allemaal dingen die nog allemaal moeten worden uitgezocht door Florivida, Onze reispartners hierin. Want wij gaan in het najaar van 2024. met een select aantal luisteraars. richting Japan. We gaan daar natuurlijk alle. Thema parken bezoeken. We gaan sowieso naar drie parken: Universal en de twee Disney parken. Hè? Dus Universal Studios Japan, met daarin het gloednieuwe en het uh, oorspronkelijke Super Nintendo World. Uh, maar ook de Wizarding World of Harry Potter en ook een hoop andere unieke rides. Um, en natuurlijk bezoeken we ook uh, Tokyo Disney Resort met Tokyo Disneyland. Uh, dus met z'n allen in de nog enige bestaande Splash Mountain ter wereld, als die dan nog open is. Um, de prachtig nieuwe Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Hè? Die trekt Dark darkride met die fantastische effecten. En, ja, en je weet het Thomas, dit is voor mij het hoogtepunt op pretparken, thematisatie en, en belevingsgebied... Uh, beter dan dit ga je het niet krijgen. Uh, de, de, de theme van Theme Talk, die komt hier tot leven. Die wordt hier echt tot in het diepste van de diepste vezels waargemaakt. Dit park kan niet overschat worden. Tokyo Disney Sea. Mijn ultieme absolute nummer 1 park ter wereld. Dat dan misschien ook nog wel de nieuwe Fantasy Springs toevoeging heeft inmiddels. Dit wordt echt geweldig. Fantastisch. Ja. Het idee is dat we daar uh, uh, inderdaad die pretparken gaan bezoeken. Maar ook, want je komt natuurlijk niet iedere dag in, uh, in, in Japan, uh, in, in Tokio en dat soort plekken. Dus nee. we gaan dus niet alleen pretparken bezoeken. Mag wel als nee. je dat wil. Uh, maar uh, er zal ook ruimte zijn voor het bezoeken van bijvoorbeeld Tokio zelf en andere highlights. Ik geloof dat we ook in zo'n hele snelle trein misschien gaan zitten. Het programma moeten ja. we allemaal nog over nadenken en invullen. Maar dat zijn ongeveer dingen die wel op de... Op de lijst. En dus ongeveer uh, de helft of iets minder uh, cultuur en de andere helft uh, naar de favoriete pretparker van Maurice de Zeeuw, die dus ook uh, speciaal daarvoor ook een beetje Japans gaat leren, heb ik gehoord. zie je Ja. Arigato. Ja, ja, want wij, het schijnt dat de verkeersborden en zo, daar staan helemaal geen westerse tekens op. Hè? Dat kan, dat, dat, nee dat is... joh, dat is allemaal lekker in het Japans. En dat nou. is ook prima, want je hoeft ook niet verkeerd te zijn. Je kunt gewoon lekker met de metro en je hoeft alleen maar uh, plezier te maken. Dat het gaat is... dus gebeuren in het najaar van volgend jaar. Maar er is al een optie om jezelf voor in te schrijven. Ja. Um, hoe werkt dat? Uh, daar moet je naar. En jij weet het precieze adres. Ja, florivida.nl, schuine-theme-talk. Dus eigenlijk heel makkelijk. florivida.nl/slash teamtalk. En dat is dus de plek waar je zelf kunt inschrijven. Waar je dus uh, meer informatie gaat krijgen zodra wij die weten. Uh, het, het aantal luisteraars is beperkt, maar hoeveel luisteraars weten wij nog niet. Uh, ook hier geldt weer: als je petje af hebt genomen, dan heb je voorrang hierop, maar weet wel. Uh, het is pas najaar 2024. Dus we weten nog niet precies hoe en wat en waarom en wanneer. We zijn nog bezig, uh, maar we kunnen in ieder geval de, de, de periode en de, de, ja. de bestemming bekendmaken. En later volgt er meer informatie. Inderdaad, een beetje afnemers ja. hebben eerst de keus. Uh, daarna mag de rest van de wereld zich inschrijven. En als het vol is, dan komt er ongetwijfeld ook een wachtlijst. Uh, ja. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Ja, dit wordt natuurlijk... Een, uh, dit was fantastisch. Uh, dit wordt, ja, dit wordt fantastisch. Dit wordt een, uh, de, de reis van je leven. Ja, weet je, Dubai was geweldig. Het was fantastisch. Het was gezellig. Het was heerlijk weer. Het was Het was fantastisch. Maar we hadden hier en daar wel zoiets van. Die parken. Die, die, dat, 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 daar zou hier en daar nog wel eens een, 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 een kritisch oog op zijn plek zijn. Maar in Tokyo Disney zeker. Maar ook Disneyland. En, en goed, ik ben dus nooit Universal Japan geweest. Ik ga al stiekem dit jaar, eind dit jaar al even een kijkje nemen. Maar uh, wees gerust. Uh, ik ga gewoon alles uitzoeken. En ik ga jullie allemaal rondleiden daar. Denk ik. Ja, en uh, dan deze, dit najaar oktober, geloof ik, ga jij op, op voor onderzoek. Ja, ja. Precies, ja. Ik ja, ja. we, dus, uh, we gaan het, heel vervelend dat jij die taak hebt gekregen. Goh, ja, goh. Ik, uh, goh, ja ik, ik denk ik doe uh, take one for the team. Hè. Dus uh, we gaan daar gewoon naartoe uh, <laughs> eind volgend jaar. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Uh, dit was fantastisch. Ik zie jou al staan, Thomas, met jou lekker in de bar Lekker op het podium. Of uh, dat we misschien ergens zo'n uh, zo 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 sake gaan drinken ofzo. Of dat we uh, op uh, de Shibuya Crossing. dat we daar misschien uh, nog een podcast op gaan nemen. gewoon in het midden. Misschien kan het wel. Gewoon even Shibuya Crossing. gewoon even twee uur afzetten. florivida.nl slash Themetalk. Er begint de voorinschrijving. Ja. Uh, maar maak geen haast, want zodra er meer informatie bekend is. dan hoor je dat uiteraard in deze podcast. En uh, dan maken we dat via al onze kanalen bekend. Um. Ja. Goed. Maurice, ik ga zo. Uh, zo snel mogelijk Toverland en Efteling bekijken. Uh, ja. Later in de zomer zat ook Bobbejaanland nog op de planning. Ja, uh, ja en inderdaad, uh, schrijf je nu alvast in. Uh, nu alvast in. Ga oh. nu ook naar Toverland.com/slash themetalk. Precies. En schrijf je daarin voor de Tovertakeover van zaterdag 12 op zondag 13 augustus. Want dat gaat wel heel snel dat gebeuren. Wil jij? Binnen een missen, maand alweer. Ja, en dan mag je gewoon lekker zelf met Toverland regelen. Dus uh, gewoon daar de betaling aan voldoen en zo. Dat, uh, dat gaat allemaal buiten ons om. Het is gewoon leuk dat we met z'n allen. Maar het is gewoon gezellig dat we gewoon een eigen hoekje hebben op die camping. Dat was vorig ja. jaar heel gezellig en dat zal dit jaar ongetwijfeld nog veel gezelliger worden. Absoluut, absoluut. Dus, absoluut. Dat is Toverland.com slash teamtalk. En uh, ja. voor de Japanreis is het florivida.nl slash Team Talk. Ja, uh, het is wel met al die samenwerking. En dan komt ik ook nog een pubquiz aan waar je voor in kan schrijven. Het houdt niet op, het houdt niet op. In ieder geval het 12. houdt niet maar op. Het is wel leuk. Um, het was gezellig, Thomas. Maurice. Ik heb wel genoten. Ik spreek jou volgende ja. week weer. We gaan nu weer gewoon het normale schema in. De zomer begint. Ja. Uh, het, het zal rustig worden in Nederland. Komt, kom maar tijd. Uh, maar wij gaan gewoon door. Wij gaan we gewoon gaan door. door. <laughs> ja, we, we, gaan, we gaan een keer het Kan. En als het kabinet een beetje stabiel blijven. en niet nog meer mensen aftreden. dan verwacht je kunt ik Ze kunnen niet twee vijf... keer vallen. Dat is, ene, dat is het voordeel. Nee, dat is fijn. Kunnen nogal, dat is... Kunnen nogal, ja, ze kunnen nogal mensen weggestuurd worden. Maar ik verwacht niet dat, dat het gaat gebeuren deze zomer. Maar je weet het nooit. Ja. Nee, het was, uh. uh, was een fijne om te spreken, Thomas. Ik zou zeggen. Tot snel in een pretpark en uh, dank voor het luisteren en uh, tot volgende week. Tot volgende week!